Openen, hoppakee. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en mijn naam is Johan. En wie weet komen er nog meer mensen bij. Je weet maar nooit. De deur staat wagenwijd open. Iedereen is welkom. En ja, we gaan ook even de vaste dingetjes doen, die we altijd doen. Want er zijn weer egels te winnen. Ja. Hartstikke idee. Hierboven ga je het zien, EFL.nl, als je nog geen egel de wallet hebt. En de egel regelt er natuurlijk ook bij. Hoe kun je dit? 10 egels, €2,60. Ja, €2,60 voor 10 egels. Die gaan we weggeven. En hoe kun je die krijgen? Nou, zometeen als ergens in de uitzending het rad tevoorschijn komt. Dat is wel echt zo'n rad van fortuin. En dat zie je dan achter ons verschijnen. Dan dat zal ergens in de uitzending gebeuren. En dan hoef je alleen maar uitroepteken Ron Paul in de chat te typen. En dan maak je kans op 10 egel. Dus ja. Dus ja, dat allemaal later in de uitzending. En je moet trouwens wel op Twitch zitten, anders, anders werkt het niet. Ja. En dan gaan we ook nog even onze, we hebben goud, zilver, bitcoin, staatsschuldmeter en noem maar op. We hebben ook nog de LP-agenda, daar gaan we even voor de verandering mee beginnen. Want waar wordt de Libertaire Partij, is dat LP? Waar gaan we borrelen? Nou, we gaan borrelen op vanavond in LP Noord-Holland. Dat is in Amsterdam. 5:00 begint dat. Oh, begon dat dus vandaag. Hè? En er is in Friesland een meetup op 1 maart. Dat is morgen, vrijdag. En dat is om 7:00. Dat is in Leeuwarden. In Utrecht wordt ook geborreld. En dat is in Café Orlof. En dat begint om 7:30. Er wordt ook nog geborreld in, bij de LP Zuid-Holland in Rotterdam, om precies te zijn. Dat is op zaterdag 2 maart en dat begint om 8:00. Dan hebben we nog een themagesprek. Migratie en woningmarkt. Dat is op 12 maart in Amsterdam. Dat begint om 5:00. En dan hebben we nog de Vrije Wil debat ook op 12 maart om 7:00. En dat is in Nijmegen. Ja, deze neem ik ook nog even mee. 14 maart, LP-borrel in Gelderland. In Café Meijers. En hebben we nog een LP-borrel Flevoland. Dus het is een café op 2 in Almere. Op 15 maart om 5:00. En daar zal ik het maar even bij laten. Deze moeten we ook nog even meenemen. Klassiek liberalisme. John Locke. François Quesnay en Thomas Jefferson. Dat is op 16 maart in schietvereniging Driebergen Rijzenburg. Nou, dat is de fiets, hè? Ook iets voor jou, Peter? Peter is even zijn rotor aan het rebooten. Oké. Ja, maar ik ben online. Hij is er. Oké. Het is wel leuk om even bij te wonen op 16 maart. Hebben een debat, of wat is het, een lezing over klassiek liberalisme in schietvereniging Driebergen Rijzenburg. Nou, daar kunnen we fietsen, toch? Dat is niet ver hier vandaan, toch? Ja, wat voor dag is dat? Ik weet niet, 16 maart. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar... Over ongeveer 2 weken, iets meer. Zal het denk ik in het weekend zijn, gok ik zo. Ja. Dan gaan we naar de andere dingetjes toe. We hebben nog, laten we gewoon even beginnen met ruwe olie. Een vat ruwe olie gaat over de toonbank voor maar liefst $78,67. Ja. Omhoog gegaan, ja, ietsje pietsje maar in de afgelopen week. Goud is vandaag heel erg omhoog gesprongen. Toen Bitcoin zo omhoog sprong, toen ging het even omlaag. Maar het is
staat nu op $2,054 voor een troy ounce. Ja. Kijk. En dan hebben we nog Bitcoin. Ja, die heeft niet stilgestaan, hè? Vorige week nog 50.000, nu 60.000. Hij is nog even wat hoger gestaan. Hij heeft een aantal currencies zelfs een all-time high bereikt. Alleen nog niet met de dollar. Hm. Ja, je moet altijd even corrigeren voor inflatie, hè, Johan? Ja, ja. Tenminste, wel in mijn boekje. Okay. Dus jij zegt ook als die absolute all-time high bereikt, is, dat nog niet, is die nog niet meer waard? Nee, minder waard. Het moet ongeveer $77,000 bereiken om in koopkracht gelijk te zijn als de top van 2021. Ja, dat is toch de grote vraag, zeg maar. Waar komt de top in koopkracht te zitten? Want het kan best zijn dat die over 10 jaar een miljoen waard is of zo. Maar de vraag is of je dan voor die miljoen meer koopt dan je nu voor die 70.000 koopt, bijvoorbeeld. Precies. Ja, je moet eigenlijk het uitdrukken in eieren. Hè? De bitcoinprijs. Hoeveel eieren krijg je voor 1 bitcoin? Potten pindakaas. Potten pindakaas. Nou, of in pizza's. Ik bedoel, er is een tijd pizza's. Geweest dat je 10.000 bitcoins nodig had om een pizza te kopen. 40.000, ja, 40.000 voor twee pizza's, toch? Zo. Ja, dat was Papa John's, geloof ik. En nu kan je, geloof ik, met wat de 1 bitcoin nu waard is, alle aandelen van Papa John's kopen. Is het zo erg gesteld dat Papa John? Nee. De market cap van bitcoin was groter dan Papa John's. Zo was het volgens mij. Ja, zoiets was het. Ja. Maar de DXY die zat gewoon weer op 104, maar die was even gedaald, zeker toen... Nee, wacht even. Oh. Volgens mij was het zo dat die 10.000 bitcoins de market cap van Papa John's was. 10.000 bitcoins kon je heel Papa John's kopen, dat was het, ja. Ja. Nou, we zijn weer goed, ja. Dan hebben we de DXY, die zat gewoon weer op 104, die is even flink op en neer gegaan. Die is, toen bitcoin omhoog knalde, gingen ze heel erg omlaag. Nu schiet hij weer omhoog. Dus ja. Oké. Volatiele tijden. Ja, hoe zou het allemaal toch komen? Coinbase was er nog even uitgeklapt van de week. Oh. Dus schoot de prijs weer naar beneden. Niet meegekregen? Nee. Ik heb, Coinbase die had gisteren een storing. En toen alle mensen die inlogden op hun Coinbase account, die zagen nul. Ja. Oh, die schrokken zich een hoedje. Je professionalisme. Zegt nog iemand in de chat, Ron Paul 2024. Ja, laten we het hopen. Hij komt binnenkort bij Tucker, hè? Dus, gisteren heeft hij een interview afgenomen met Ron Paul. Ik had dat andere interview met Tucker, was ik ook aan het bekijken. Ik heb hem nog niet afgekeken, want het was 3 uur. Ja. Lex Friedman. Ja. Ja. Ik heb, het was gisteren online gezet, volgens mij. Ik ben eraan begonnen. Ja. Maar we gaan even naar de nieuwsberichten toe. We hebben een crypto berichtje. Nigeria, die blokkeert... even kijken hoor. Coinbase, de access to Coinbase, Binance en Kraken. Ja. En nu de Naira weer omlaag kelders. Ja. Ja, ik denk dat ze het in het Westen wat anders aanpakken en dat ze de CBDC lanceren op het moment dat, dat de Bitcoin iets te wild gaat. Denk dat ze dat bij ons zouden gaan doen? Of? Ja, bijvoorbeeld. Dit is zo verlies in de strijd. Als je munt omlaag duikt, om dan opeens overal die crypto exchanges te gaan verbieden. Om de burger te beschermen. Dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Niemand gelooft dat natuurlijk ook. Zo had ook de ECB deze week een blogpost over Bitcoin geplaatst. Waarin ze eigenlijk een soort hitpiece tegen Bitcoin. Zit die er ook niet in? Oké. Nou, dan wachten we daarop. Zo nog maar dat is een soort een plaat die blijft steken, toch? Want dat zeggen ze iedere keer, toch? Alleen iedere keer als die naar een nieuwe all-time high gaat. Maar we gaan het zo over hebben. Zeggen ze dat. Net daarvoor, om te voorkomen. Die wanhopige toestand. Maar het is ook zo dat, ik begreep dat China is ook... gewoon nog op de kaart als bitcoin plaatsen. Want je mag bitcoin vasthouden en je mag ze ook verhandelen onderling.
Het enige wat de overheid bereikt heeft, is dat je een marktplaats krijgt op een dorpspleintje of zo. Of op een, in een cafeetje, in een theehuis, in plaats van op een online platform. Alleen de liquiditeit is verminderd. Maar voor de rest hebben ze natuurlijk niks tegengehouden. En het blijkt ook nog druk ingehandeld te worden. En de Chinezen zijn natuurlijk heel goed in capital controls, ontwijken en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk al dat verbieden, ja, het lijkt me niet echt succesvol. Nee. Het is meer zo'n signaal eigenlijk van, ja, wij geven toe dat we zelf ons niet kunnen handhaven tegen dit geweld, van de crypto geweld. En het is natuurlijk voor de inwoners van het land die dat soort instanties geloven, is het erg schadelijk. Want ja, ze zeggen al vanaf €100 dat bitcoin allemaal onzin is. En stel je toch eens voor dat we een overheid hadden gehad die zeggen, nou, we zijn wel een beetje klaar met die banken. En we gaan met z'n allen op de bitcoin. Beste mensen, jullie verdienen als Nederlanders zo bovenmatig veel geld ten opzichte van de rest van de wereld. Ga alsjeblieft in de bitcoin, want dan kun je je welvaart nog een beetje behouden. Want de centrale banken maken er één grote puinhoop van en je bent langzaam arm aan het worden. Dus Nederland raakt steeds verder. Overheden hebben natuurlijk baat bij centrale banken, want die moeten hun tekorten financieren. Die onafhankelijkheid is alleen een naam. Natuurlijk, maar de bewoners die hoeven niet hun hele economie onder te brengen in die bank. Of in die munt van hun, weet je wel. Dus laat die overheden maar lenen en oorlogen financieren en mensen onderdrukken. Maar jij kan als persoon er gewoon voor kiezen om daar afstand van te nemen. Maar ja. Ja, je ziet bij COVID hoe moeilijk het is om afstand te nemen van die grote narratieven, zeg maar. Van die enorme campagnes. En dat is bijna niet te doen voor de meeste mensen. Om zich buiten de groep te begeven of in een enigszins aanvalbare situatie, dan loopt het ze gelijk dun door de broek. En ja, het is niet onbegrijpelijk. Op een bepaald punt kan het ook wel heel gevaarlijk worden. Ja, nou ja, oké. Okay. Kijk, wat is gevaarlijk? Je zit in een euro vast en die is steeds sneller aan het kelderen. En ik vind het altijd zo bijzonder, want ik heb ook deze week natuurlijk weer een hoop over bitcoin gekletst. En hoe vaak dat je toch niet hoort van mensen, ja, maar als de stroom uitvalt en als het internet het niet meer doet, denk ik, joh, heb je gezien hoe er gevochten werd om toiletrollen in de COVID-tijd? Denk jij nou echt dat als de stroom uitvalt en je hebt geen bitcoins, dat je dan veilig bent in Nederland? Weet je? Maar goed, ja. Ja, misschien zeggen ze ooit nog net zoals geen auto's opladen tussen 5 en 9. Dat je geen bitcoins versturen tussen 5 en 9. Ja. Kan dat net niet aan. Ja. Nee, maar je hebt zelfs, bitcoin was zelfs een hype in Venezuela. Toen daar echt... daar heb je continu stroomuitvallen, weet je wel. Het is echt heel erg daar. En toch liepen mensen gewoon daar te minen en zo. Dat hield ze gewoon niet tegen. Nee. Ja, en op met overheidsstroom ook, hè? Ja. Maar ja, dat is ook zo. Er zijn er ook een paar van keihard aangepakt natuurlijk. Het is vaak het gevaarlijk voor mensen die nog enigszins vertrouwen in hebben dat de overheid het beste met hun voor heeft. Of tot het rechtssysteem werkt of zo. Die zijn vaak het meeste sjaken. Die gaan dan een proces voeren of die denken van nou ja, maar ik bedoel het niet fout, dus ik ben toch een goeie, dus mij zullen ze niet aanpakken. Ja, de overheid die kent geen groeien. Wij en zij is het. Nee, het zal voor veel mensen nog een hele schok gaan worden als die bitcoin eenmaal door de 100.000 vliegt. En die EFL naar de euro natuurlijk. En EFL naar de euro. Ik dacht, ik begin er niet over, want zodra dat de bitcoin omhoog gaat, beginnen mensen als een gek hun EFL's te dumpen. Dus het is zo kortzichtig, jongens. Echt, het is, mensen zijn zo verschrikkelijk kortzichtig. En dat er dus nu weer mensen over de bitcoin aan het praten zijn, dan denk ik, joh, je bent een jaar te laat. Vorig jaar stond we op 16.000, had je een perfect inkoopmoment. En nee, want de bitcoin, oh kijk, het is alleen maar naar beneden gaan. Het is... En ze kopen gewoon nooit als het op Extreme Fear staat en altijd als het Extreme Greed. En het is wel begrijpelijk hoor, want
ik heb ook altijd, als het omlaag gaat, dan denk ik van, nou, ja, het gaat vast nog lager. Dus ik kan beter even cash blijven zitten. Dan koop ik het op het allerdiepste punt in. Als het omhoog gaat, dan denk je, oh, shit, ik heb te weinig gekocht. Ja. Ik had meer moeten kopen. Misschien nog wat bijkopen. Dan zit je al te hoog. Maar in ieder geval de ECB, die weet het zeker. De waarde van Bitcoin is nul. Ja, nou heb ik er een eigen take op genomen. Want nul is oneindig, hè, Johan. Dus hebben ze wel een goed punt natuurlijk. Ja, ik heb hem hier staan. Je hebt er weer een artikel geschreven op je eigen blog. Ja, ik heb er een antwoord op gegeven, want... Het viel mij op dat de ECB zo vaak sprak over het beschermen van onwetende mensen. En dat heb ik aangegrepen om uit te leggen waarom centrale banken alleen kunnen bestaan als de overgrote merendeel van de bevolking ontzettend dom wordt gehouden. Want zodra mensen zouden begrijpen hoe dat een centrale bank te werk gaat, gaat iedereen op zoek naar een alternatief. Dus... het hele bestaansmodel van de ECB is opgericht. Het hele verhaal van Orwell, hè? Ja, het hele bestaansrecht van de ECB is... Ja, het ontleent zijn bestaansrecht aan het domhouden van de bevolking. Maar ja, dat is voor de toekomstige generaties wel vervelend natuurlijk. Want ja, die zitten met de schuld. Nee? Ignorance is strength, is het verhaal. Hè? Ja. Ja, dus het was echt een hippies van de ECB. Het was ontzettend suggestief. En het nam ook Bitcoin in een vacuüm. Dus het zegt, Bitcoin is totaal gefaald. Maar, en daar ben ik het op zich wel mee eens. Want Bitcoin is totaal onbruikbaar als peer-to-peer cash. Maar Bitcoin bestaat niet alleen op zichzelf. Er zijn duizenden munten die het mogelijk maken om wel degelijk peer-to-peer cash te realiseren. Dus... Ja, het zijn halve waarheden van leugenachtige overheidsinstanties. En ja, het treurige is dat het overgrote deel van de Nederlanders er nog altijd heel erg graag in wil blijven geloven. En ook niet bereid is om tijd te investeren om zichzelf dus die kennis aan te leren die ervoor nodig is om een weloverwogen keuze te maken. Dus ja, nou. Ja. En moet je ook horen wie het zegt, nou, dat is dan niet de ECB, maar het hoort een beetje bij de EU. Hè? Interne EU, corruptie en fraude is steeds omvangrijker. Ja, ja, het is natuurlijk ook zo dat die ECB wordt geleid door een veroordeelde crimineel, hè? Christine Lagarde. Strafblad. En nou, Van der Leyen is ook verzuipt in de corruptie. Ja, sowieso, die Van der Leyen ook, joh. Dat hele Pfizer bullshit, die is dus getrouwd met een directeur van Pfizer. En ze geeft er sms'jes niet mee. Nee, een farmaceut, geloof ik. Is het. Ja, het is ze was wel heel cozy met de directeur van Pfizer. Nee, maar ze was in coronatijd, toen we afstand moesten houden, stonden hun heel close met elkaar, heel klef. Maar haar man, die klopt, die heeft ook een farmaceutische functie, ja. Klopt. Ik dacht dat hij bij Pfizer werkte. Nou, het zal ongetwijfeld via haar man lopen dat ze die Pfizer bobo kent. Zullen we banden zijn? Ja, ik ga zelfs zover dat ze bij Pfizer die vent hebben aangenomen omdat hij getrouwd is met Christine Lagarde. Of met Ursula van der Leyen. Maar ja, goed, je weet toch nooit hoe het precies loopt. Maar het is... ja, het gaat lekker de dieper ik in, hoor, met Nederland. Alle pensioenfondsen die hebben weer 20% verloren deze week, dus... Ja. Ik kan nog even reclame maken. Als jij reclame maakt voor E-gulders, doe ik reclame voor dit. Oh, maak jij je eigen wijn tegenwoordig? Nee. Ik kom wel in Nederland. Ik was er dit weekend. Ik heb wel vaker genoemd. Dus Wijndomein De Hof in Dieren. En dit is een... Cabernet Franc en nog een Cabernet door elkaar. Nee, ja, dit is Heiko van der Leyden. Lees wat? Ik is een Heiko van der Leyden. Ja. Een man van Van der Leyden. Oh, oké. Okay. Medical director of the company Orgenesis, which specializes in cell and gene therapy. Mm.
Oh, gene therapy. Ah, gene therapy. Ah. De link met Pfizer. Maar het is een vaccin, hè? Het is geen therapie. Oh ja, natuurlijk. Ook op Twitter, joh. Wat een kansloze figuren dat het er allemaal rondzwerven. Oh jee, heb je weer zitten ergeren? Nou, er was deze week. Ja, we gaan weer van de hak op de tak, maar. Er was deze week was er in Duitsland een heel artikel op televisie, moet ik zeggen. Dat is geen artikel, maar een item. Wat inging over de DNA-vervuiling in die gifspuiten van de COVID. En, ja, er is een hoorzitting over geweest. Hè? Ja, en, in de Senaat of zo. Ik weet niet het exacte detail hoe het precies zat. Maar toen, er zijn altijd van die mensen die... Ja, iedereen voor wappie uitmaken als je zegt dat het gentherapie was. Dus toen had ik een berichtje gestuurd. Ik zeg, goh, jullie zijn er altijd zo mee bezig. Want nou hadden ze het weer over de boerenprotesten in Brussel. Ik zeg, het is wel jammer dat jullie nou ineens van de COVID weer overstappen op die boerenprotesten. Want het was deze week hadden ze toch die DNA-vervuiling van die spuiten mooi belicht. Nou, en dan... krijg je gewoon opmerkingen als, jij bent helemaal gek. Ik denk, nou ja, het zal wel. Volgens mij ben ik niet degene die zich laat inspuiten met een experimentele gentherapie, maar kan aan mij liggen. Ja, ja en toch ja, moet je er nou zo'n zorgen over maken. Dus er zijn mensen die gewoon niet goed bij hun hoofd zijn, die regelrecht op de afgrond aflopen. Ja, ik probeer ze te redden. Dat is toch gewoon een natuurlijke selectie? Ja. Ja, nou ja, het vervelende is wel dat je in Nederland woont en dat het dus meer dan de helft van de mensen die om je heen zitten op die manier in het leven staan. Dus ja, het zou toch prettig zijn als je die mensen een beetje wat wijsheid kan bijbrengen, zodat je er zelf, want jij gaat er uiteindelijk aan kapot. Snap je? Die mensen krijgen honger en dan komen ze bij jou inbreken omdat jij wel die bitcoins hebt. Snap je? Dus ja, als ze tegen die tijd nog leven. Ja, die bitcoins kun je niet eten, zeg je dan gewoon. Dat ze al niet dood gegaan zijn aan bloedklonters of hartspierontsteking. Ja, nou ja, goed. Ja, wat dat betreft mogen ze ook allemaal dood neervallen. Voor mij maakt het me ook niet uit. Maar dan hebben we ook een nieuwe maatschappij. En zo kun je het ook zien natuurlijk. Dus. Ja, het gaat wel ontzettend berg problemen geven natuurlijk. Maar ja, on margin gaan er waarschijnlijk meer van hun dood, denk ik, dan van ons. Ja. Die wappen, die hele... Wappies die ze al heel achterdochtig zijn, die komen daar nog goed mee weg misschien. Maar soms denk ik ook wel eens, misschien zat er gewoon, hebben we vaker gezegd, misschien zat er een libertariër achter. Ja. Dus iedereen die argwaan heeft tegen de overheid, die blijft leven. Ja, dit is ook weer, dat is dan weer met het migrantenverhaal in de VS. Die hebben het erover dat... de Chinezen geen mRNA-prikken hebben gezet. En die hebben dus... Ze denken nog steeds dat er binnenkort weer een nieuw virus komt die specifiek bedoeld is voor alle mensen die zich hebben laten inspuiten, weet je wel, die dan in één keer dat driedubbel hard op geraakt worden. Dus wat ze hooguit proberen te doen, denk ik, dat is oude mensen pensioengerechtigd. Ze hebben natuurlijk overal een probleem met die Medicare, Medicaid. Ze hebben aan de bovenkant hebben ze een enorm belofteprobleem. Ja. En ja, het heeft me nooit verbaasd. Ik bedoel, in het verleden hebben overheden altijd miljoenen mensen om het leven gebracht. Dus waarom, ze hebben geen scrupules of zo, daar ligt het niet aan. Dus waarom zouden ze... Het scheelt een heleboel hoop. En alle boomers, de hele boomergeneratie, die dus echt zijn hele leven lang zich heeft lopen laten afbeulen om maar een pensioen bij elkaar te sparen. Nou, die hebben eerst nog een paar jaar verlenging gehad voordat ze pensioen kregen. Want elk jaar kwam er dan een maand bij. En nog wel doorwerken. Inmiddels zijn ze nu allemaal wel met pensioen, die mensen. Nou, en dan gooien we er gewoon een COVID-pandemie overheen met een paar van die spuitjes. En dat scheelt een hoop uitbetalingen iedere maand. Dus ik zie dat ook zo op, Peter. Dat vind ik ook een hele goede verklaring. Waarom dat bijvoorbeeld... een heleboel bedrijven en overheden daar allemaal wel in mee willen gaan in dat verhaal. Dan denken ze, ja, dat is een hele goede bezuiniging voor ons. Misschien ook de reden waarom ze
proberen de voedselvoorziening aan te vallen. Want met slechte voedsel lukt het ook beter om mensen ziek te krijgen. Als ze te goed gevoed zijn, dan krijgen ze het ook niet kapot. Of moeilijker. Ja. Je hebt een paar dingen nodig. Slechte voeding en toegang tot een bloedbaan eigenlijk. Directe toegang tot een bloedbaan. Niet dat ze wat inademen of zo. Dat werkt niet effectief. Nee, en de mensen die gaan er gewoon lekker in mee, joh. Die denken er niet eens over na dat het mogelijk zou zijn dat de overheid zo is. Want nee, ja, dat zal toch zeker niet dat de overheid me dood wil hebben. Nee, want ze willen dat ik een veiligheidsgordel draag. Dus dat zouden ze alleen maar doen als... ze geven me zelfs een boete als ik die veiligheidsgordel niet draag. Dus ze geven gewoon ontzettend veel om mij. Ja. Maar het kabinet noemt de conclusies, frauderapport, ronduit pijnlijk. Moeten we wat mee? Moeten we wat mee, ja. Die zin daar, dat vond ik een mooie zin. Ik denk wat daarmee gaat gebeuren, is dat absoluut helemaal niks mee gaat gebeuren. Het is, er wordt een commissie benoemd die gaat kijken wat we ermee moeten. Ja. En, ja, het is... welke fraudezaak gaat het over? Toeslagenaffaire. Oh, oké. Ja, want daar heb ik inderdaad nog een artikel over. Even kijken hoor. Dat was deze. Gefrustreerde slachtoffers toeslagen schandaal krijgen miljoenen aan dwangsommen omdat Belastingdienst stilstaat. Ja, dan zit je dan, hè? Ja. Ja, dat is, dan lijkt me niet gefrustreerde. Gefrustreerde slachtoffers krijgen toeslagschandaal, krijgen miljoenen aan dwangsommen. Ja, ja, ja. Oké, ja. Okay, ja, dat staat ook in het vorige artikel van commissie keihard over fraudebeleid. Staatsmachten vermorrelden burgers. En, ja, bedoel, dat is wat overheden doen. Burgers vermorzelen. Dus ik denk dat... dat niemand na dat dit... Dat zouden ze toch nooit doen? Nee, dezelfde organisatie die zegt dat we een veiligheidsgordel moeten dragen. En je moet geven dat je hem niet draagt. Ja, als je dan nog miljoenen aan dwangsommen... Als je dan nog miljoenen aan dwangsommen ontvangt, is nog tot daaraan toe. Maar bij sommige van die families zijn de kinderen gewoon opgeladen. Ja. Dus ben je nog verder van huis. Ze weten niet waar die zitten. Of en nog steeds niet terug. Hè? Nee, 2000 nog steeds verdwenen. Ja, er zijn ook zelfs kinderen die meer leven inmiddels. Dus, Was wel weer een side note op, hoor. Op die niet meer leven. Want dat was dan wel in lijn... Die waren ze kwijt zeker of zo? Nee, dat was wel in lijn met de gemiddelde sterfte van... die er normaal ook is. Dan is het niet erg. Er was geen oversterfte, zeg maar. Nee. Ja, daar kunnen ze goed mee uit de voeten met oversterfte, ja. Nee, maar als je ook kijkt, waarom sterven die mensen? Ja, omdat ze depressief waren of wat dan ook, weet je wel. Of ze zijn uit huis geplaatst en ze missen hun ouders en voelen ze ongelukkig. En zitten bij een gezin die geen fuck om hun geeft, of ja. Ja, ook Nederland levert gewoon kinderen aan de pedoclub. Dus die moeten ze wel ergens vandaan halen natuurlijk. Dan klopt het denk ik met de statistieken. Er is die bureau jeugdzorg voor opgericht voor dat soort dingen. Dus lekker belasting blijven betalen mensen. Gewoon met oogkleppen op iedere ochtend naar het werk gaan. En je kinderen naar de week van de lentekriebel sturen op school. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ja. Ja, en dan heb je nog steeds mensen die in de overheid vertrouwen. Dus, ja, en niet zomaar een deel, maar het overgrote merendeel. Ja. Ik ken ook van die mensen die helemaal vermorseld zijn door het systeem, zoals ze dat zelf dan zeggen. En die gaan dan om hulp zoeken bij datzelfde systeem. Ja. Die hebben dan wel nog geloofd in de rechtsstaat. En dan worden ze daar ook helemaal gefrustreerd en van kastje naar de muur gestuurd. En jaren later. En dan hebben ze nog steeds hoop. Ja, precies. Ja. Denk je, jongen, heb je dan nog steeds niet door? Ja. Maar goed.
Nee, de Nederlanders die hebben nog heel veel te verliezen voordat ze het een keer gaan begrijpen. Ja. Dat zie ik wel gebeuren. Maar dan gaan we even naar de Duitse bank toe, de Bundesbank. Enorm verlies voor de Bundesbank. Hadden ze maar Bitcoin gekocht, hè? Nee, ik vond dat de Nederlandse bank had ook zo'n enorm verlies. Uh-huh. Het is een bekend verschijnsel. Ze hadden natuurlijk een heleboel obligaties erop staan. Uh-huh. En die zijn de waarde gedaald. Okay. Dus ze zijn 21,6 miljard euro verloren. Okay. In plaats van renteinkomsten leek de Bundesbank hier een verlies van 13,9 miljard euro. Oh, wacht even. Nee, ik zit dan niet in hoe zich dit verhoudt tot het verlies van 21,6 miljard. Maar goed. Ik moet altijd van gezegd dat dat een veilige investering is. Nee, de Bundesbank kan je niet investeren, denk nee, ik. Nee, obligaties. Staatsobligaties, ja. Ja. Het verlies betekent dat Berlijn geen dividend krijgt uitgekeerd van de centrale bank. En die bijna zijn hele reserves moest inzetten om het verlies te absorberen. Volgens de bank is het nog een reserve van minder dan 0,7 miljard over na het verlies van 2023. Dus dan moet je even nagaan dat ze hebben al die obligaties, die kelderen in waarde, hebben ze zo'n verlies dat ze nou nog en 21,6 miljard euro verlies en hebben ze nog 0,7 over. Dat doet een beetje aan Turkije denken, dat je gewoon alles kwijt en dan willen ze nog oorlog gaan voeren. Ook. Dat de rente weer een beetje gaat dalen, hè? Ja, joh. Ja, het is bijna, zou je zeggen, als je deze cijfers ziet, ze hebben gewoon geen lucht meer nou. Dus het enige wat je kan doen is weer een catastrofe doen, waarbij er gezegd kan worden van, de geldpersen moeten aan. Alleen, die catastrofes moeten steeds groter worden, want men is helemaal geprogrammeerd in buy the dip. Van elke keer als er een pandemie is, dat klapt even in elkaar, maar je moet als een gek moet je aan het kopen slaan, want dat geld drukken gaat de prijs enorm omhoog. Dus ik denk dat nou ook, wat er ook gebeurt, als er een atoombom valt of zo, dat mensen gelijk naar de beurs toe rennen om allemaal aandelen te kopen en huizen en investeringen te doen. Volgens mij is een verkiezingsjaar sowieso wel een goede reden om klaar te staan voor weer een volgende gebeurtenis. Want ook daarmee, ze kunnen natuurlijk die verkiezingen alleen maar goed manipuleren als de mensen in een bepaalde state of fear zijn gebracht. En we hebben nog, 9 maanden te gaan voordat ze weer gaan kiezen in Amerika. Dus de vorige keer in het verkiezingsjaar was het in maart prijs, hè, met de pandemie die werd in maart afgekondigd wereldwijd. Dus ja. En nou is het natuurlijk ook in Amerika, heb je die na dat Silicon Valley Bank drama die failliet ging, hebben ze een programma ingesteld, de Bank Funding Program of zoiets, waarbij die banken allemaal hun onderwater dingen konden inleveren bij de centrale bank en een volledige kredietlijn op konden trekken. En dat programma zou maar een jaar duren en dat is dan in maart afgelopen. Ja. Dus komende maart. En ze hebben gezegd dat ze het niet gaan verlengen. Nou moet er, volgens mij moet er een soort gebeurtenis zijn. Een false flag-achtig iets. Waardoor ze dat weer kunnen verlengen. Waardoor ze een smoes hebben en zeggen, nee, we waren het niet van plan. Maar ja, wees nou eerlijk. Met deze gebeurtenis, daar moeten we toch wel even speciaal alle registers voor opentrekken. Overigens hebben de banken daar ontzettend goed op lopen verdienen. Want vanaf half december, dus in het begin was er was dus de mogelijkheid om extra bij te lenen. En toen vanaf half december is er toen een spread ontstaan op die rentestand. En toen werd er ineens voor miljarden per dag werd het afgenomen, want het was gewoon gratis geld. Want je kon lenen op 2% en de rente was 4%. Mm-hmm. Nou, en geef maar zoveel als je wil, want ik verdubbel mijn geld eigenlijk. Je kon al je bagger inleveren bij de centrale bank. Dan kreeg je daar echte dollars voor terug. En die kon je gelijk tegen rente wegzetten en er winst op maken. Dus er was eigenlijk geen bedrag waar een limiet op zat. En dat zou dan ook de reden zijn geweest dat ze dus hebben gezegd, we gaan er maar eens mee stoppen, want dit is ook een beetje bullshit wat we aan het doen zijn. Maar ja,
Ja, wat moet je ervan zeggen? Maar die banken staan nog steeds onder water. Dus het is niet zo dat, dat je kan zeggen, nou... Want ze hebben ook nog rente moeten betalen. Dus je zou kunnen zeggen van ja, die banken die hebben alleen maar een grote probleem. De commerciële vastgoed staat ook nog steeds onder water. Dus op het totaal is het verkleinen dat probleem. Want eerst was het 10 op 100 en nu is het 10 op 200 het probleem. Zeg maar. Een beetje... Dan hebben ze in percentage een minder groot probleem. Het punt is wel, het was begonnen de vorige keer, omdat klanten van de bank, die zeiden van, ja, maar jullie staan onder water, dus ik ga mijn geld eraf halen. Ik ga het naar niet too big to fail bank omsturen. Als de bank walk werd het wel genoemd. Het was geen bank run, maar een bank walk. Maar dat betekent ook dat, ja, die bank walk kan gewoon nog doorgaan. Natuurlijk. Ja. Ook als ze wat minder onder water staan, kan het... Nog steeds zo zijn dat de mensen denken van, nou, ik haal mijn geld toch maar weg. Want ik kan het ook, want dat was ook het probleem. Je kreeg hier dan 2% bij zo'n bank, terwijl je tegen 5% kon wegzetten in een money market fund. Dus dan ook als je niet geen zorgen maakt, dan haal je het wel weg. Ja. Maar dat betekent dat het probleem is misschien 10 op 200 nou, maar het kan binnen no time 40 op 200 zijn weer. Dat is ook weer zo, ja, tuurlijk. Ja, en ik zie het wel gebeuren hoor. Het gaat echt niet goed komen, want nogmaals, de mensen die snappen er geen ene flikker van. En zolang dat die gewoon maar... bijvoorbeeld ook zo'n een ander voorbeeld. Amerika, de staat Amerika, die heeft dus vorige maand... Ze hadden allerlei bitcoins afgepakt van criminelen en weet ik het wat allemaal. Of tenminste, zij noemen dat dan criminelen. En die hebben ze dus vorige maand allemaal verkocht. Nou, als jij nou Amerikaanse belastingbetaler bent, dan word jij dus gewoon keihard genaaid door je overheid. Want die lopen net voordat het gaat exploderen in prijs, gaan ze ineens lopen verkopen, weet je wel. Dus nee, de gedachte dat de overheid het beste mee je voor heeft, ik wens de mensen echt heel veel sterkte met het ontwaken. Want schadelijk voor je gezondheid. Ik denk dat er een hoop haren verloren gaan bij de mensen. Iedereen wordt, ja, maar bij dit soort dingen komt dan altijd van dat... Ja, uiteindelijk is iedereen alles kwijt. Maar het is wel zo dat... Ja, er was ook een oorlog uitgebroken. Dus, en ja, dan moet iedereen de schouders eronder zetten. En ja, dan moet je even niet zeuren. En de mensen kochten bij de Tweede Wereldoorlog natuurlijk war bonds. Dus ja... Ja, en wat dat betreft kunnen ze dat Oekraïne-verhaal ieder moment laten klappen natuurlijk. En zodra dat klapt, ja, dan zijn ineens alle prospects die erop uitgeschreven zijn en alle toekomstige berekeningen die ervan uitgaan, ja, dat jij miljoenen hectare aan landbouwgrond in Oekraïne hebt. Ja, dat is ineens voorbij, dat sprookje. Dus. En dat Oekraïne überhaupt zijn leningen gaat terugbetalen. Ja, jongens. Er zit absoluut geen economie in dat hele land niet, dus. Nou. Ja, een oorlogseconomie. Ja, goed, maar dat is ook de graanschuur van bijna de hele wereld, hè? Ja, maar wat kost graan nou, Johan? Er wordt verder niks gemaakt. Veel van, hè? Ja, nou. Ze lenen ook wel heel veel, hoor. Ik ga heel even eten maken, jongens. Ik ben zo terug. Punt is denk ik inderdaad dat er... Ja, er is natuurlijk zoveel geleend en ze kunnen zeggen dat hier... Ik heb wel eens begrepen dat die granaten, die worden dan geloof ik voor 10.000 euro geboekt. En dan en voor 900 ingekocht of zo. Maar de hulp die er dan naartoe gaat, die is dan wel 10.000 euro per granaat. En ja, zo werd ook gezegd dat Amerika was zijn beloftes beter nagekomen dan Europa. Maar dat komt gewoon omdat als Amerika zijn beloftes niet nakomt, zeggen ze gewoon nou direct... Die bommen, die granaten waren eigenlijk $15.000 per stuk of zo. Ja, het is geen vrije marktprijs, wil ik maar zeggen. Dus je kan er van alle kanten mee op. En dan, Maar gaat dat. Volgende artikel is... steeds meer ja, dit was voor jou, Peter, deze. Steeds meer huizen verzakt door extreme droge zomers. Ik zit gewoon klem. Nou, dit was dan niet in Groningen, maar in Doornenburg. Ik weet niet of je weet waar dat ligt. Gelderland, hè, geloof ik. Hoe?
Nee, weet ik ook even niet. Dag Gelderland. Ik ben er wel eens doorheen gefietst. Ja, het kan er ook gewoon op geschilderd zijn, maar dat weet ik niet. Maar als ze het voorbeeld van de twijfel geven dat het allemaal echt is. Ja. Maar dat komt door de droge zomer, is dit. Ja, en er zijn natuurlijk nu een natte winter en een droge zomer. Dat is opeens, behalve klimaatverandering, of het was natuurlijk eerst global warming, zou de temperatuur omhoog gaan. Maar ja, omdat niet overal de temperatuur omhoog wilde gaan, hebben ze maar gezegd, nee, het is klimaatverandering. Het kan omhoog, het kan omlaag, het kan nat zijn, het kan droog zijn, het kan bewolkt zijn, het kan zonnig zijn, het kan boze spinnen opleveren of dikke paarden. Of, het kan van alles zijn. Alles wat een beetje buiten op een raar recordje ruikt, komt door de klimaatveranderingen. Dus zit er een barst in je muur van je woning? Ja, de klimaatveranderingen. Ik denk ook als je dat zegt, dat je meer kans hebt dat je er geld voor krijgt. Hè. Ja. Want dan kunnen zij weer zeggen, ja, de schade door klimaatverandering is enorm. Want hier, we hebben miljoenen uitgekeerd. En die miljoenen die ze dan uitgekeerd hebben, dat is gewoon mensen die toch een barst in de muur hadden en die ontdekten dat als je daar klimaatverandering de schuld voor heeft, dat je dan opeens dat de fondsen omvallen. Dan krijg je het wel vergoed of zo. Ja, dit is ook een heel oud huisje dit. Zo te zien. En dan ja, wie zegt dat die fundering overal even goed is? Maar volgens het kennis centraal aanpak funderingsproblematiek zijn er tussen 750.000 en 1,2 miljoen panden gebouwd voor 1970 die ermee te maken hebben gehad, die de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Okay. Voor huiseigenaren betekent dat een financiële ramp. Hadden ze vroeger dan geen droge zomers en natte winters? Het is natuurlijk door de droogte zakt het grondwater. Je zou het grondwater veel beter moeten kunnen regelen. Nou, maar ze houden ook enorm hoog. Nou, hier staat alles onder water. Nou, tenminste, ja, er staan overal plassen in de zijkant van de weg en zo. Ze pompen het niet weg. Nee. Of het moet weer, misschien heeft de week voor, de vorige week enorm geregend of zo, dat ik dat gemist heb. Ja, ik hoorde wel van andere mensen hoor, dat het, die vonden het behoorlijk nat. Dus ja, dat is zoiets van, goh, wel heel erg nat. Ja, nee, eerder toen ik er wel was, merkte ik inderdaad, was het wel 2 weken of 3 weken achter elkaar allemaal regen. Dat was wel een beetje triest, ja. Ja, nou tegelijk zeggen, dat is een record. Ik bedoel, in de in die zomers in de jaren 70 waren ook best warm. Ja, nou, volgens mij dat is toch goed, want dan we krijgen toch droge zomer, dus laat het maar lekker regenen. Ja, maar het water is allemaal weer verdwenen. Nou is het helemaal doordrenkt van het water. De zomer is natuurlijk keurig droog. Ja. Maar herinner je nog de agenten die er aan het meppen waren op het Malieveld? Rammen. Ja, die worden nou, die kakkerlakken. Ik citeer ze even. Die worden vervolgd voor wat ze gedaan hebben. Mishandeling tijdens corona-protest op Malieveld. Ja, die protestanten die zeggen nog steeds van, hey, gaat het over bij Black Lives Matter, dan knielt de politie met zijn klimaatklevers. Die worden gewoon met de fluwelen handschoen aangepakt. En die coronaprotesten, nou daar mochten ze gewoon helemaal op losse rammen. Dat waren natuurlijk geen overheidsdemonstranten, geen sokpuppets. En zo'n beeld was dat ze met zijn hond zo'n demonstrant aan stukken scheurden terwijl ze hem op zijn hoofd sloegen met een wapenstok. En die worden geloof ik vervolgd. Dat was gewoon een minder goed ogende foto. En dat is niet de foto die ze dan bijzetten bij dit artikel. Dat is, ik hoop dat die foto überhaupt niet van het Malieveld, ja, klopt wel, denk ik, ja. Maar ik verwacht overigens dat er naar een uitvoerig protest, waar er heel veel wijze mannen er heel goed naar gekeken hebben, dat er vrijspraak volgt. Dat denk ik. Ja.
Ja, maar je had ook die, ik weet niet of je die beelden gezien hebt, want dan kon je, zag je het vanuit het perspectief van die agent, die op dat paard zat. En dan kon je die ook die conversatie horen, want hij had dan gewoon zo'n, zo'n microfoontje. En dan zei hij ook van vlak voordat hij ging mappen, had hij het ook over die kakkerlakken, die ga ik even mappen. Toen zat hij ook te praten, weet je wel, dus die zat er gewoon van te genieten. Tuurlijk, ja, want dan ga je gewoon bij de politie werken. Ja, precies. Ja, hier doe je het voor, hè? Ja. Weinig eer te behalen bij de politieagenten. Mm-hmm. Ja. Maar hier hebben we. Ik weet niet of jij nog iets over wilde zeggen. Nee, ja, laat ze maar flink slaan. Flink hard blijven doorslaan. Dat de mensen op een gegeven moment toch eens een keer gaan denken: van, goh. Waarom betaal ik eigenlijk belasting om geslagen te worden? Ja. Ik heb de laatste tijd veel... Ik weet niet wat de oplossing is, maar... De laatste tijd veel Lark & Rose zitten luisteren. Ja, die man is ook nog steeds actief. Mm. En die had ook veel, zat ook veel te citeren uit... hoe heet hij nou? Frederick Douglass, hè? Die slaaf die uiteindelijk tot het Amerikaanse congres geschopt heeft. Ja, oké. Okay. 19e eeuw. Maar er was een man die is opgegroeid als een slaaf en die kent dat, hoe het was, het leven op de plantage. En die zegt ook van dat heel veel van die slaven die, moet je zeggen, in ieder geval Lark & Rose, die trok een vergelijking ook met het nationalisme. Dus je had eigenlijk op de plantage een soort nationalisme van... dat ze ook echt trots waren op hun slavendrijven. Onze plantage is beter dan. Onze plantage is beter. En wie ben jij dat je zegt dat je... ja, dat je hier niet wil zijn. Veilig. Rot dan op naar die plantage Noord-Korea of zoiets, weet je wel. Hartstikke veilig, die plantage, hoor. Ik denk inderdaad dat er eten. Uiteindelijk helemaal... niet zoveel anders was. Al die vorige keren dat het eigenlijk allemaal... loopt steeds over dezelfde principes. Het hele, ja, je zou het een soort micronationalisme kunnen noemen op zo'n plantage. Ja. Ja. Maar in ieder geval, ja, die film Jones, de Jones Plantation, daar heeft hij dat ook allemaal ingestopt, zeg maar. Dat, ja, die heb ik gezien. Ja, ja, ja. Dus daar zie je het ook allemaal in terug. Maar is ook een beetje, ja, hij heeft ook heel erg veel gebaseerd op wat hij gelezen had over Frederick Douglass en zijn ervaring op de plantage. Dus ja. Het rare is dat eigenlijk al die empires die groeien en die in elkaar klappen, dat het steeds op dezelfde manier gebeurt. Dat het eigenlijk gedocumenteerd is hoe het gebeurt. Dat dezelfde taaltrucjes worden erbij gebruikt. Dezelfde psychologische gaslighting, uitbuitingstrucjes. En toch gebeurt het elke keer weer. Ja. Het is niet zo dat kennis je immuun maakt. Dat zegt Stephen Molyneux ook wel. Die zegt, ja, dat is ook logisch dat kennis niet helpt tegen. Omdat dieetboeken, die zijn er al heel lang. Het is niet moeilijk om uit te vinden dat je eetgedrag tot je omvang leidt. En toch heeft deze kennis daarvan geen enkele effect erop. Zo. En dat is denk ik met libertarisme... Jij gooit nog eens op weg. Maar dat is met libertarisme denk ik ook zo. Een vrijheid en die hele empire war shit. Dat ondanks dat kennis is niet de oplossing. Kennis is niet de oplossing, omdat bij heel veel dingen is kennis niet de oplossing. Drugsgebruikers blijven drugs gebruiken. En de kennis dat niet tot een goede eindconclusie leidt, dat helpt niet. Ja. Nou ja, goed, ja. Mensen die drugsgebruikers die wijzen allemaal naar Keith Richard. Ja, maar hij overleeft het wel, hè? Anekdotisch bewijs. Ja. Wie is Jean-Claude Junckers? Voor de alcoholisten dan, hè? Zo is het ook eigenlijk met overheden. Die zeggen ook altijd, ja, de Tweede Wereldoorlog was een soort...
een oorlog die wel werkt of zo. Of die, een oorlog die wel goed was. Ja, al die andere oorlogen faalden misschien, maar het is wel mogelijk. De Keith Richards onder de oorlog is, de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Zo hebben ze ook met boycotts bijvoorbeeld. Die boycott, nou is het zo dat de Russische economie die raakt oververhit. En de Duitse economie die zinkt in de afgrond weg. En wij zijn hun aan het boycotten om ze te straffen, zeg maar. Wacht eens even. Ja. Als hun economie oververhit raakt dan, en die van ons gewoon de grond inzakt, dan is het misschien niet helemaal, werkt het niet helemaal de goede kant op, die boycott, die strafmaatregelen. En dan wordt er altijd gezegd, ja, maar bij Zuid-Afrika werkte het. Bij Zuid-Afrika hebben die apartheid hebben we mooi weggeboycott. Maar ja, werkte het in de zin dat het nou weer apartheid is, alleen nog veel erger. Het was toen witte apartheid met rijkdom en nu is het zwarte apartheid met armoede. Ja. En veel geweld. Ja. Ja. Maar, even kijken, ja, waar waren we? Moet even kijken waar we ook weer waren. Agenten hadden we gehad. Ja, hier. We zijn er behoorlijk doorheen aan het vliegen. Ja. Meest gekwalificeerde persoon zou een baan moeten krijgen. Als je dat zegt, dat is een microagressie. zegt een universiteit van de Russell Group. Ja, dit is weer meer van de discriminatie van de DEY. Mm-hmm. DEI. Diversity and inclusion. Ja, precies. En ja, het is toch wel. Ik had het een beetje onderschat, denk ik, omdat het in Nederland niet zo'n groot item is als bijvoorbeeld in Amerika. Ja. Maar er is toch inderdaad wel een hoog racisme dat de wereld in wordt geholpen door. Witte Google mensen. AI. Ja, daar hebben we nog niet eens over gehad. Eigenlijk, dat is ook een groot verhaal, maar ze misschien nog even behandelen. Dus dit is ook weer in het verlengde daarvan een beetje. Dit is niet zomaar microagressie, dit is gewoon institutioneel racisme wat hier gepredikt wordt. Maar dan doen ze net alsof dat het de andere kant op is. Hè? Dat zijn niet de. Racist zijn, maar het proberen te. Hoe zeg je dat? Ze zijn het juist aan het bevechten. Ja, bevechten door zelf racistisch te zijn. Dus, ja, vroeger heette dat positieve discriminatie. Ja, precies. Ja. Maar dus het is gewoon. Maar daar hadden we in de jaren 90 al last van. Hè? Dus, Dit is het institutioneel racisme waar ze zich zo druk om maken, natuurlijk. Dus, ja. Ja, en er komen nog steeds voor die universiteiten, de waanzin heerst er nog steeds op. Want ik geloof dat een merendeel van de universiteiten, inclusief Harvard, moet je nog steeds een vaccin halen om daar binnen te mogen. Dat betekent dat om te bewijzen dat je op een elite school mag studeren, geleerd hebt. Dat je, straks is het een diploma van Harvard, is een brevet dat je gewoon totaal dom bent. Omdat je een experimenteel iets neemt waar je totaal geen voordeel van hebt. Eigenlijk is aan de ingangspoort staat een test om een IQ de slimme mensen buiten. Om slimme mensen buiten te houden, ja. Dat is dan de Harvard. En niet alleen de Harvard, maar er zijn een heleboel van dat soort universiteiten. Die universiteiten zijn nog steeds helemaal woke crazy. Die zijn vaak ook afhankelijk van grants die door de Bill en Melinda Gates Foundation worden uitgegeven. Dus ja, ik zou het me er niet raar van opstaan te kijken als Bill Gates gewoon zegt, nou, als jullie dit jaar weer 100 miljoen willen ontvangen, dan moet iedere student verplicht gevaccineerd worden. Ja, en toch kan je zeggen, dit is ook een soort, die universiteiten die moesten natuurlijk wel zeg maar doodgaan. Want die leverden hele kaders van maloten op die in die machine gingen van de overheid. Om al die waanzin te implementeren en te justificeren, recht te praten. En nou is er eigenlijk een soort suicide bom op gegooid op de universiteiten. Ja, de mensen hebben het nog niet in de gaten op, Peter. Nee, en dat is misschien maar goed ook. Ja, het is, ik vraag het maar af. Je kan het gewoon voorkomen.
als jij een week lang de tijd neemt om het eventjes te doorgronden en bereid bent om je hele wereldbeeld te herzien, dan hebben we volgende week een andere maatschappij. Oh, is dat alles? Dat is het enge. Maar zoals we net al zei, kennis is niet het antwoord. Hè? Want de dieetboeken hebben ook de obesitas niet verholpen. Dus nee, het is... sommige dingen zijn heel duidelijk, maar onmogelijk uit te voeren. En dat is het rare hiermee. Dat, ja, het is gewoon heel duidelijk hoe dat soort dingen elke keer gaan. Er worden een paar variabelen veranderd. De ene keer is het zo'n oorlog, en de andere keer is het zo'n oorlog. Dus er wordt al een beetje aan de knopjes gedraaid. Maar het is altijd hetzelfde soort propaganda en dezelfde uitkomst. En aan het eind zijn een heleboel mensen dood en zeggen we nooit meer. En dan wordt er een officiële geschiedschrijver aangesteld die er een boek over moet gaan zeggen. Bij de Tweede Wereldoorlog was dat De Jong. Die schreef een hele dikke, hele rij boeken over de Tweede Wereldoorlog. En dan na een nieuwe generatie, als die generatie weer dood is, dan beginnen we weer van voren af aan. Ja, het is treurig. Ik ben heel erg benieuwd de komende paar jaar. Ik heb besloten dat ik zit er ontzettend over te twijfelen wat ik ga doen, want mijn visum loopt af over een paar maanden. En dan moet ik ofwel terugkomen naar Nederland, maar daar heb ik eigenlijk vrij weinig zin in. Dus, maar kan je niet verlengen of zo? Als ik het verleng, dan hoor ik permanent Servische inwoner. En daarmee verlies ik dan mijn Nederlands paspoort. Krijg je een service paspoort. Zo erg is dat toch niet? Het is toch maar een vod. Ja. En moet je daar nog voor betaal voor spreken of zo? Of is het gewoon... Nou, ik heb een bedrijf hier en dat geeft mij dan wel recht al om te blijven. Ze hebben geen inburgeringscursus in Servië. Want ze zijn blij dat er mensen komen. Want ze hebben een enorme brain drain in Servië. Alle jongeren die gaan in de EU. Waar gaan die dan werken. Naartoe? Nederland. Ja, naar de EU. Om vaccin te nemen. Dan krijgen ze 2 keer, 3 keer zoveel. Ja, ja. En ook heel veel studies die worden in Servië niet aangeboden. Dus dan gaan ze studeren ergens anders. Het punt is altijd met van ja, je krijgt 3 keer zoveel. En dan ga je tot je het gaat uitgeven. En dan denk je van hey, net zoals in de Oekraïne. Van oh ja, je verdient zoveel in Europa. Dan zeg je ja. Oh wacht, alles is veel duurder hier en je betaalt dan enorm veel belasting en je mag niks. Misschien toch niet zo geweldig. Maar dat hebben de mensen dat die rekening maken door. Ze niet. Ja. Maar goed, ja, nou ja, het gebeurt. En dan is het nog steeds. Zo dat als jij naar Europa gaat, de EU gaat, dan kijk je de eerste 7 jaar nog door een roze bril. Dus dan zie je gewoon alles zoals je het wil zien. En pas daarna denk je van, maar wacht eens even. Ja, of ze gaan wat ze vaak ook doen met die Polen bijvoorbeeld. Die gaan dan spreken met z'n allen af. We gaan dan met z'n allen in een heel klein hokje wonen. En dan gaan we daar in etappes gaan we daar slapen. Dus als de ene gaat dan 's nachts slapen, als die wakker wordt, komt iemand anders aflossen in zijn bed. Die draait dan een andere dienst. En dan zitten ze echt met z'n 20 in een heel klein hokje. En dan delen ze de huur, weet je wel. En de rest dat sturen ze dan naar een huis toe. Dus, ik heb ooit in de jaren 70 was dat al waar de Chinezen op studieuitwisseling of zo, of universiteitsuitwisseling. En die hebben toen was ik nog een kind en toen ging met mijn ouders gingen we die opzoeken en die woonden met z'n allen in een huis in Delft. Er zat allemaal reiswandjes tussen als afscheiding. Dus die sliepen daar en die kregen dan 1500 gulden betaald van de Nederlandse overheid per maand. Chinese ambassade die zei dan van ja, 1500 is belachelijk. Hier, 1200 naar ons toe. Dus die 1200 moesten ze gelijk afslaan aan de Chinese ambassade. Dat was eigenlijk wat direct geld van naar Nederland naar China ging. Naar de communistische partij. Dan hadden ze 300 over en die gebruikten ze 100 voor huur, 100 voor eten in de maand. Hè? Mm. En 100 spaarden ze ervan. Dus. Ja. 100 spaarden ze en dan hadden ze, gingen ze met allerlei spulletjes terug die China niet had. Mm. Oh. Ja, gaf die Chinese overheid die gaf al dat geld dat ze gespaard hadden weer naar de SP toe. Want die kregen 4 ton geloof ik. Hè? Ja, ja. Dat zou niet verbazen. Ja. Maar
We hadden nog een berichtje hier, hoor. Even kijken. Oh, hier hadden we het over. Ja, de most qualified person, ja. Dan heb ik het nog even over Google Gemini. Dat, voor de mensen die het nog niet meegekregen hebben. Wat was daarmee aan de hand? Ja, je kon van die images laten, beelden laten genereren. Met, aan de hand van de beschrijving. En ja, het viel mensen al op dat als je er mensen, foto's van mensen maakt, dat het altijd zwarte Aziaten waren, maar dat er nooit een blanke bij zat. Ja. En ja, dan is het van, hey, is dat ding een racist, die Gemini? En dan gingen ze dus doen Viking. En dan kwamen er allemaal zwart iemand. En het waren allemaal zwarte Vikingen, Aziatische Vikingen en zo. En dan vroegen ze nazi-soldaten. Dat waren ook allemaal zwarte. Ik heb er een paar gezien met de prompt erbij. Ja. Ja, je moest het wel. Je kan niet zomaar zeggen, de nazi-soldaten kregen inderdaad wel een blank iemand. Maar als je zei van een heroic Germans. Nazi-soldaten kregen geen blank iemand. Oké, ik had gezien met de prompts erbij die ze geschreven hadden. Van heroic Germans keeping the imperialist from capitalist from America away at Omaha Beach in Normandy during D-Day. Of zoiets. En dan zag je allemaal zwarte Duitse soldaten. Ja, hij zag ook founding fathers die zwart waren en zo. Ja, het was een klerenbende. Zeg. Ja. Het was een PR-drama ook, want er werd flink op ingehakt op de social media. En ja, ik zag ook bijvoorbeeld bij de FBI, die had dan een foto van een winkeldiefstal. Oh ja, die waren allemaal blank, ja. En die waren nu allemaal blank, net geklede upperclass blanke dames. Dat waren typische winkeldieven. En ja, het is... Het is grote triest voor woorden dat er zo racistisch gedaan wordt. Dan hebben ze hem wel Elon Musk die had ook op in te hakken. En die had nog een tijdje met de directeur van Google gesproken. En eigenlijk zei hij van nou, hij verwacht dat ze dat niet kunnen veranderen. Omdat gewoon die programmeurs, die zijn gewoon allemaal super woke. Dus dat, dan krijg je dat. Het is, maar het geeft maar aan dat het niet zo is dat die... Dat die AI gewoon helemaal objectief is. Die leert gewoon alleen maar van de data. En die geeft gewoon weer wat er geleerd is van de data. Nee, ze kunnen daar wel degelijk in sturen. In realiteiten. Ja, tuurlijk. Maar ze hebben het alweer stilgelegd. Ik probeerde, ik kwam erachter. Ik denk, hey, ik ga ook even wat geinige dingen doen. Maar toen was het alweer, kon het al niet meer. Jammer. Plezier was alweer voorbij. Ja. Ik had al een paar leuke dingen in mijn gedachten. Maar, helaas. Ja, dat is natuurlijk ook als je dan inderdaad met Engelsen uit de 17e eeuw of zo. Daar zaten er ook allemaal soorten bij. Ze kunnen het gewoon niet. Ze kunnen niet over hun hart verkregen om blanken te tekenen. Het doet echt een beetje denken aan die jodentoestanden. Zo moeten de joden zich gevoeld hebben. Die werden natuurlijk ook nooit meer voor reclames gevraagd. Dat zijn wel boerbeelden of zo. Ja, ja. Eens waren ze overal, werden ze weggeschreven. Waren ze overal niet meer welkom. En alleen het rare van dit is dat het gewoon ook allemaal witten zijn die het doen. Hè? Ja, voornamelijk. Dus het zijn witten die een hekel aan witten hebben. Dus dat moet wel tot een soort zelfmoordactie leiden, denk ik dan. Dat is de zelfmoordactie, om het maar zo te zeggen. Het hele systeem is gewoon keihard aan het imploderen. En die mensen die houden zich bezig met dit soort onzin. En ze zijn dus niet bezig om zichzelf te redden. Dus ja, op een gegeven moment dan... kom je erachter dat al je spaargeld is verdampt en dan heb je honger. Ja, maar dat is was een aardig. Een ander verhaal wat misschien nog wel even interessant is om te noemen, wat niet in de gepland was. Mm-hmm. Maar dat is die vent die zichzelf in brand stak voor de Israëlische ambassade vanwege Gaza. En op zich natuurlijk heel triest. Het is, had de politieagent met getrokken pistool om hem heen stonden, terwijl hij daar in de fik stond. Precies. Ik vond dat beeld, dat was eigenlijk het teken van Israël. Zoals Israël Gaza bezig is. Nou, vandaag weer hebben ze gewoon mensen in een voedselrij. Hebben ze overlopen schieten. En toen ontstond er paniek. En toen zeiden ze, ja, de meeste mensen zijn door de paniek dood gegaan. Niet door ons geschieten. En toen zijn ze ook nog met tanks over slachtoffers heen gereden en zo. Het is gewoon, het is precies
dit. Ze zien het nog steeds. Genocide is het. Ja, maar ze zien het als een bedreiging. Terwijl het brandend voor ze op de grond ligt. Ja. En ik vond dit geval was gewoon dat hij inderdaad nog met een getrokken pistool erop gericht stond. Terwijl het gewoon in de fik stond. Dat was zo tekenend. Ja, en even later komen er nog een paar bij, hè, met getrokken pistool. Dus, dus ja. Maar ja, daar zijn ze op getraind natuurlijk. Van, ze weten ja, niet maar dat, zo zijn die soldaten ook allemaal getraind. Ja, ze zijn gewoon getraind om al die lui in Gaza als een gevaarlijke terrorist te zien. Dus je kan eigenlijk niet misschieten. Ja. Zo heb je ook heel veel van die filmpjes tegenwoordig. Er gaan er mensen gaan op Omegle, dat is een soort chatroulette. En dan wachten ze net zo lang totdat ze een Israëliër tegenkomen. En dan gaan ze daarmee praten over Palestijnen. Ja. Dan zijn er dus jonge mensen, meestal jonge mensen, want het is op zo'n chatroulette website. En die gaan dan heel trots zeggen van ja, want ik heb ook in het Israëlische leger gediend. En ik heb wel 5 Palestijnse kinderen doodgeschoten. Mm-hmm. Dan denken ze, oh, waarom doe je dat dan? Ja, want dat zijn toch allemaal terroristen. En zeg je, maar jij bent toch degene die mensen aan doodschieten is. Nou, en dan zitten die mensen helemaal te juichen dat ze zoveel Palestijnen hebben gedood. En ja, die mensen zijn totaal gebrainwashed. Ongelooflijk, ja. Totaal gebrainwashed. En ze zijn alle krediet aan het verliezen nou, hè. Want er waren wel mensen die nog best wel dat gezichtspunt konden zien vanuit de Holocaust en alles. Dat, oh ja, maar nu is het denk ik toch wel grotendeels aan het verdwijnen. Ik denk dat je hier kan je gewoon geen chocola meer van maken. Dit is een... Maar ja, dit is gewoon de slavenfarm en de alleen plantage witte die ze zelf heel goed wel, vindt. Witte chocola. Ja. Mm. Maar je moet ook niet vergeten, dat was echt gewoon een concentratiekamp tijdens COVID-tijd, hè, die van Israël. Dat, heb je nog dat filmpjes gezien? De eigen bevolking ook, hè, de eigen bevolking die, inderdaad die filmpjes ook, van, dat, van Netanyahu, die zat gewoon openlijk toe te geven dat, hij, dat wat hij deed met die COVID-vaccins, was gewoon een medisch experiment. En dat zei hij gewoon letterlijk. Ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt. Nee, ik heb wel gehoord erover. Of gelezen, ja. Nee, ja. Maar hij heeft ook gezegd dat af en toe een paar Palestijnen doodschieten. Dat is het gras maaien. Je moet gewoon, het groeit maar. Je moet af en toe het gras een beetje maaien. Ja. Ja, en over Hamas vinden. Ja, wie heeft... wat is ook weer? We hebben het vuurtje onder controle. Ja, het was wij bepalen de hoogte van de vlam. Dat zei hij maar. Ja. Met het idee van, nou, we kunnen het zo terugdraaien. Als, Het idee, misschien had hij Lenin gehoord van, if you want to lead the control the opposition, lead it yourself. Zoiets zal het wel zijn, ja. Even kijken. Is het nog steeds met dat bericht? Ja, ik ga even kijken naar het volgende. Hoe meer Amerikanen. Oh ja, gaan we het toch over pilletjes en spuitjes hebben? Ja, hoe meer Amerikanen Ozempic gebruiken, hoe sneller de VS. Economie zal groeien. Goldman Sachs. Die heeft er waarschijnlijk in geïnvesteerd. Ik denk dat dit gewoon een reclame is voor Ozempic. Ja, het is verhult als artikeltje inderdaad. Ja, die kwam, als je hierop zoekt, dan kom je hem bij heel veel nieuwsoutlets kom je dat tegen. Ja, dus dat is gewoon letterlijk, en dit is een infomercial, ja. Dit was laatst, werd dit ook bij Tucker Carlson behandeld. Hebben jullie dat misschien gezien? Dit niet, nee. Ozempic, nee. Ozempic, want dat is een spuit die je dus je leven lang, als je hier eenmaal aan begint, dan ben je je leven lang. Je moet het blijven gebruiken. En dat is bedoeld voor mensen met obesitas. Het is origineel bedoeld voor... weet ik veel, hoge bloeddruk of zo, cholesterol. Of het heeft een andere eerste... Net als Viagra, zeg maar. Diabetes geloof ik was het. En toen ontdekten ze dat mensen ervan afvielen. En toen hebben ze het maar...
hebben ze het maar zo gepromoot. En gepromoot op een manier van, oh, gebruik het niet om af te vallen, want je valt er ook ontzettend van af. Maar daar is het niet voor bedoeld, hoor. Werd het gepromoot. Net zoals, die crack is zo vreselijk. Voor een klein beetje geld ben je al de hele dag high. Ja, nou, het is dus zo dat de bijwerkingen van deze prik, die schijnen ontzettend ook psychologisch te zijn, omdat je dus jouw darmhuishouding volledig in de war schopt. Dat is eigenlijk de manier waarop het werkt. Okay. Maar daardoor neem je darm de voeding geen mineralen en zo meer. Ja, en er worden, ik geloof, ik weet het niet meer precies, want het is inmiddels een maand geleden dat het behandeld was, maar bijna iedereen wordt depressief van het gebruik van die pen. Ik zie hier een use case, zie ik weer. Ja, de gast van Tucker, die zei dus ook van, joh, het probleem van obesitas is slechte voeding. En in plaats van dat we gewoon mensen leren hoe dat ze gezond eten moeten koken en dat ze een beetje op hun eigen leven moeten letten. Maar nee, iedereen die wil gewoon 50 liter cola per week kunnen drinken. En het oplossen met een pilletje. En het oplossen, ja, niet eens een pilletje, maar dus gewoon een hele lichaam. Er is volgens mij ook niet zo goed bekend wat nou de lange termijn effecten allemaal zijn, want het is allemaal nog nieuw. Dat doen we nooit met medicijnen, lange termijn effecten. Dat is zo ouderwets. Volgens mij kost het per patiënt $20,000 per jaar, zo'n prik. Nou, als je ziet wat voor spuitje dat het is, denk ik dat het ongeveer €1 aan productiewaarde heeft. Mm-hmm. En de rest is patentenwerk. Dus, en nog wat, dat bedrijf wat het maakt, is Europees. Maar in Europa is het middel niet toegestaan. In ieder geval niet voor het primaire doel waarschijnlijk. Hè. Of niet voor het secundaire doel van afslanken. Ik weet zeker dat het hele rare mensen oplevert. Je ziet straks mensen lopen waar je denkt, wat is dit voor gedrocht? Dat zijn dan eigenlijk dikke mensen die helemaal dun geozempikt zijn. De velden hangt eromheen. Ze lopen als een soort zombies over straat. En dus gewoon het probleem van slechte voeding blijft bestaan. Ja. Dus die mensen die... Geen mineralen, geen vitamine. Ja, hoe dat die ooit 80 jaar willen worden, dat... Dat is ook helemaal niet de bedoeling dat die 80 jaar wordt. Nee. Nou ja, ik ken wel bejaarden hoor. Die leven een hele leven lang van conservenblik voer. En opwarmmaaltijden. Maar dat is niet zo erg. Het is meer als jij elke dag 10 liter cola loopt te drinken. En allemaal dat soort dingen. Ja. Zo'n blik voer. Ja, nou zo slecht is dat nog niet eens. Weet je wel. Als jij gewoon elke dag een blik met bonen vergeet. Barst niet van de vitamine, maar... Maar het is niet zo erg als een pizza iedere dag met gesmolten kaas en weet je wel. Gesmolten synthetische kaas. Of hamburgers van de McDonald's. Of kun je beter een blik met asperges open trekken of een blik met doperwten. Ja, goed. Ik ben zelf van mening van dat je gewoon vers gekookt groenten... Maar soms moet je ook een stream maken en dan heb je geen tijd om te koken. Nee, maar als je de dag in de geit van die opwarmmaaltijden doet. Hey, je neemt gewoon een Ozempicje en dan is het weer weg. Ik had vernomen dat dan zo'n opwarmboerenkool, dat zit vol met suiker en zo. Ja, ik heb het niet geproefd hoor, maar het schijnt dan niet gezond te zijn. Ik denk dat het veel moeilijker is gezond te eten vandaag de dag dan vroeger. Ik denk dat daarom ook veel. En zeker als je op prijs... als je weinig geld hebt, dan kom je waarschijnlijk op allemaal van die Snickers uit en zo. Het was toch altijd zo dat cola goedkoper was dan misschien niet Coca-Cola, maar cola goedkoper was dan mineraalwater. Dus voor mij is mineraalwater goedkoper, hoor. In Nederland, hè. Ja. Amerika weet ik niet, hoor, maar... Maar goed, Amerika, daar zit ook heel veel fructose in als suiker. Wij hebben... In Nederland is dat net iets anders. Dus, ik denk dat het in Nederland minder erg is. Want dat is natuurlijk ook zo. Je hoort veel Amerikanen van... wij hadden vorig jaar nog Amerikanen op bezoek. Die keken spontaan af toen ze bij de McDonald's zaten. Ja, die keken uit het raam en zeiden... We zien bijna geen enkele obese
persoon in Nederland. Ja. En het enige wat dat zegt is, in Amerika zie je eigenlijk bijna geen enkel normaal persoon. Terwijl als je naar de tv kijkt, Amerikaanse films en zo, zie je allemaal afgetrainde gasten. Ja, zwaar geselecteerd natuurlijk, televisie. Ja. Maar ik heb zelfs iemand, wie zei dat nou? Adam Curry of zo, die had een vriend en die ging naar Italië toe en die had eigenlijk voor zijn gevoel precies hetzelfde. Maar hij zegt, ik viel een hele berg af in Italië, terwijl ik datzelfde spul in Amerika. En dat denk ik toch, dat die pizza's in Amerika, klopt. Weet ik veel wat daarin zit. Maar heel veel dingen die in Nederland gewoon niet mogen, of in Europa niet mogen, gewoon, ja, omdat het gewoon ongezond is. In Amerika mag dat wel, dat zit er gewoon overal in. Kijk, Amerikaans voedsel is gewoon echt... Nou, dat merkte ik toen ik bij een Amerikaans bedrijf werkte. En hadden ze heel veel Amerikaanse producten willen ze daar hebben. Want ja, er werken veel Amerikanen daar. Dus die willen hun eigen voedsel eten. En die mocht, dat mocht gewoon niet verkocht worden in Nederland. Omdat het zo ongezond was. Mm. Dus ja... Maar ik had... Je had zo'n docu ooit, ik weet niet, 10 of 20 jaar geleden. Dat ging iemand die ging dan een maand lang op hamburgers en frieten zitten. Die vent heeft een YouTube kanaal, die probeert alles uit, ja. Maandlang dit, maandlang dat. Maar dat was zo'n docu was dat. En toen ging in Nederland ging een Nederlandse reporter, die ging dat ook proberen bij de McDonald's en in Nederland. En die, nou, die had geen slechte resultaten. Terwijl die Amerikaan, die werd gewoon, die werd echt dikker en die voelde zich niet goed. Terwijl deze had er niet echt last van. Dus dan bleek dus ook, toen gingen ze dat vergelijken van oké, Amerikaanse McDonald's maaltijden zijn ook echt veel ongezonder dan de McDonald's maaltijden in Europa. Dus, ja, ik denk dat het daar ook wel is dat je dat het goedkoper is en dat je voor een kwartje kan supersize of zo. En onbeperkt bij kan tanken met drankjes of zo. Ja. Dat heb je heel vaak in Amerika, dat je gewoon één cola koopt, dat je graad free refills hebt. Overal zit mais in, hè? Mais wordt daar volop verbouwd en dat is zeg maar, het schijnt de meest ongezonde vorm van suiker te zijn die er is. Ja. En ja, als dat overal in zit, dan... Weet je, als dat er in Machu Picchu was, toen hadden ze die mensen opgegraven, die skeletten. Die zeiden, we konden zien dat ze maai zaten omdat de gebit zo slecht was. Ja, het is natuurlijk ook een embryo, dus die wil niet gegeten worden. Die hebben tegenmaatregelen genomen, denk ik. Je moet het heel goed bakken en koken en doen voordat het enigszins verteerbaar is, denk ik. En het rare is dan, die gasten, die twee goochelaars, weet je nou ook alweer? Die hadden toen ook die serie Bullshit. Penn & Teller. Ja. En die hadden toen ook de bullshit van subsidies. En er was dus, daar gingen ze met zo'n activist mee en die wilden van een ban, een verbod. Alles moest hoger belast worden. Softdrinks moesten hoger belast worden. En toen gingen hun dus helemaal naar Washington en dat apparaat kijken en dan de bullshit ervan aantonen. En toen kwamen ze uiteindelijk, lieten ze zien van waarom al die dingen zo goedkoop zijn en waarom het ongezond is. Het zit vol met suiker, dat komt van mais af. Dus die suiker die wordt gewonnen uit mais, zeg maar. En dat wordt in die cola's en al die frisdranken gedaan. En waarom kiezen ze daarvoor? Dat is super goedkoop. Hoge suikersubsidies. Hè? Ja. Die suikers die zijn gesubsidieerd. Ja. Die maisvelden zijn allemaal gesubsidieerd. En half Amerika zit er vol mee. Ja. Dus, maar het is ook zo dat de gewone rietsuiker, geloof ik, die lui die uit Panama kwamen, die zijn gelijk enorm gaan lobbyen om een minimum suikerprijs te krijgen. Dus hun suiker was heel, heel duur. Ja. En dat was beschermd door de politiek. En toen gingen die frisdranklui, die gingen op zoek naar een alternatief. Ja. En die zijn toen met die maïssuiker gekomen. Ja, dus dat wordt gesubsidieerd. En dan wil zo iemand, die wil dus, het is veel te goedkoop, die dingen. Die frisdrank. Ja, het is extra belasten. Dus er moet extra belast worden, weet je wel. Ja. Dus die Penn & Teller had ook zoiets van, schaf dan gewoon die subsidie af. Maar
Ja, maar dat is ook zo dat, dat in Amerika wordt natuurlijk tabak belast en tabaksboeren worden gesubsidieerd. Ja, in eerste instantie denk je van, nou, wat willen ze nou? Het is niet logisch, maar het is natuurlijk wel logisch in de zin dat de tabaksboeren die lobbyen geconcentreerd voor hulp. En de hoe heet het, de, als verslavend middel is het ook iets wat je kunt, mooi kunt belasten. Net zoals alcohol en alle andere dingen. De chocola en parfum en dingen die mensen fijn vinden. En waar ze moeilijk buiten kunnen of zo. Dat, dus het is helemaal logisch. Het is alleen niet logisch als je denkt dat ze een bepaald doel nastreven of zo. Een ander doel, een doel van een gezonde mens of zo. Dan klopt het niet. Nee. Net zoiets als, het, als je denkt van ja, ze willen me een veiligheidshelm opzetten en een gordel, dus ze hebben het beste met me voor. Maar ja, maar ze willen me ook naar, naar Oekraïne toesturen om, om aan stukken geschoten te worden. Maar die tank heeft wel een veiligheidsgordel hoor. Ja, 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 waarschijnlijk ja. En je hebt een helm op. Ja, ja. Dus ga maar gerust, je bent veilig. En waarschijnlijk ook nog een kogel 55, dat helpt wel tegen die granaten. Ja. Ja, goed, ja. Even kijken. Dan gaan we naar het volgende toe. Ozempic gehad? Ja, Ozempic hebben we gehad. Milei. Ja, we gaan naar Milei. We hebben even wat goed nieuws, jongens. Maar we hebben even tijd voor. Milei, daar worden we altijd weer blij van. Milei secures Argentina's first budget. Surplus sinds 2012. After only one month in office. Dus binnen één maand hebben ze, zit al in de groene cijfers. Hoe zou hij dat toch? Hoe doet hij dat? Dus begroting. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk omdat hij enorme berg overheid geslashed heeft. Hè? Ja, ja. Hele ministeries enzovoort. En dat is wel de manier om er nog enigszins wat van te maken. Dat zouden ze in Amerika ook moeten doen, maar en in Europa, maar ja, je ziet het gewoon absoluut niet van de grond komen. Dat ze dat, dan moet het nog veel verder door het. Dan moeten ze minstens 3 hyperinflaties gehad hebben met het steeds weer terugkomen. Van nee, maar deze keer gaat het wel echt wat worden. Want we gaan het nu backen door Bitcoin of zo. En dan, nou, dan hebben mensen weer vertrouwen in. En dan gaat het weer mis, omdat je opeens geen Bitcoin meer kan krijgen voor je fiat. En dan is het van, oh ja, default. Nou, we beginnen weer overnieuw, nog een keer. Dit keer is het door weer wat anders gedekt. En, ja, maar ik denk, mensen zien dit. Hè? Mensen, dit komt toch wel een beetje, druipt toch wel een beetje door het nieuws. Ik zou, zelfs om me heen, om mijn werk hoor ik wel dat mensen weten wie Milei is. En die gast weet het wel gewoon te flikken, weet je wel. Wacht even, dit is gewoon de opzet voor westerse landen om alle ambtenaren binnenkort de deur uit te gooien en de pensioenen af te schaffen. Ze moeten dat, het is gewoon het opbouwen van het narratief. Je ziet het gewoon gebeuren. Om het maar zo te zeggen. En dan, ja, maar zie jij gebeuren dat zij alle ambtenaren eruit gooien? Want dan wordt het moeilijk. Ja? Ja, dat zie ik wel gebeuren. In Nederland ook. Er zijn al gesprekken. Volgens mij is Wilders wil de NOS afschaffen. En zo willen ze het KNMI willen ze eruit. Ja, vandaar dat hij nog geen premier is. Nee, ja, je moet ook kijken. We moeten maar kijken of Wilders erin komt. Je hebt steeds minder vertrouwen. Volgens mij wordt het gewoon Frans Timmermans. Ja, en Wilders heb ik altijd het idee gehad dat het gewoon een controlled opposition van de VVD is. Hoor. Ik denk dat het sowieso gaat duren tot en met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mm-hmm. En als ze dan weten wie er gewonnen heeft, dan maken ze Nederland daarop een regering. En tot die tijd gaan ze gewoon met elkaar een beetje thee drinken en kletsen over de grondwet. En mensen pikken het toch wel. Mensen blijven gewoon. Nou. Jawel, in het hamsterwiel blijven ze gewoon. Dat hele, geen overheid of geen regering, dat is wel iets wat ze in België natuurlijk ook heel lang gedaan hebben. Ja. Om Vlaams Blok en zo erbuiten te houden. Mm-hmm. En het is. Het maakt eigenlijk. Het is zoals Rutte zei: van ja, dat kan nog jaren duren. En ik heb eigenlijk meer macht dan ik voordat ik gevallen was. Ik zie voor hem de incentive niet om. Ja, alleen als hij naar de NAVO toe kan, dat is en dan komt er een ander poppetje naar voren. Ik weet niet wie dat wordt. Maar de vicepremier, die gaat het dan gewoon doen. Wie is nou de vicepremier? Dat was Kaag, toch? Ja, maar die is ook naar de VN. Kaag gaat ook pleiten. Kuipers is naar China.
Ja, Singapore dacht ik. Ja. Ja, een bedrijf met gentherapie of zoiets. Ja, ja, nee, nee, universiteit. Ja, universiteit. Ja. Ja. Ik denk dat hij ethiek gaat lesgeven daar. Ja, net zoals die Comey of zo. Hij heeft zo'n stok. Is geen landverrader, hij ethiek lesgeven. Hij gaat met zo'n stok, gaat hij de dingen... Mm-hmm. Oh, dat is toch Voldemort, heeft toch zo'n stok. Ja. Daar komt hij vandaan. Ja. Heb je nog gehoord trouwens van die... Met die Houthis, die zouden dan die... Die internetkabel hebben doorgeknipt. Die daar om Houthi-landen of een beetje beschadigd hebben of zo. Volgens Israëlische rapporten. Toen komt die Houthi-gast, die komt in beeld en die zegt van... dat hebben we helemaal niet gedaan, dat kunnen we niet eens. Dus, dat is wel leuk. Want dan is de vraag, zeggen we, ja, net als bij een windlaten... Wie het eerst zegt, heeft hem waarschijnlijk gelaten. Dus als de Israëliërs zeggen, ja, ze hebben die kabel doorgeknipt, en zo, dan kunnen wij helemaal niet. Dat hebben wij het waarschijnlijk zelf gedaan. Wie het eerste roept, heeft gepoept. Was er ook zelfs een gegeven moment dat ISIS Al-Qaeda beschuldigt dat ze logen. Dat is ook wel mooi. Hè? Mijn weet ik niet. Ja, was dat. Jullie liegen. Alsof dat, dat is wel leuk als je wel twee van dat soort groepen hebt. Een immorele club is het toch, die leugenaars. Ja, het is schandalig. Over leugenaars gesproken. Spreken gesproken. Niet de waarheid. Nee, niet over leugenaars gesproken, maar wel het budget van Milei. Sinds deze week is de Liberland dollar op de beurs gelanceerd. Oké. Okay. Ja. Het is een Polkadot vork. Hmm. Nee, geen vork. Dochter, token op Polkadot of zo. Ja, gebruik dezelfde structuur als Polkadot. En Polkadot, daar kan je zo een aantal blockchains op inploppen, geloof ik. Hè? Ja. Dus level 0 wordt dat level 0 genoemd. Het is dus een zichzelf staande blockchain. Hè? Het is op zichzelf staande blockchain. Ja, dat wel, maar het is niet bedoeld als om zelf te gebruiken. Maar het is bedoeld om andere blockchains aan te koppelen die dan met elkaar kunnen communiceren. Via Polkadot. Mm-hmm. Nou, in ieder geval, als je ze steekt, krijg je dus net als bij Polkadot 10% per jaar. En op dit moment handelt één munt ongeveer op $1.60. Liberland munt. Ja, een Liberland munt. Tether zijn dat dan, hè? Tegen 1.6 tethers. Okay. Het is een tethermarkt. Mm-hmm. Kan ik die wat jij ooit gemaakt had, daar ook nog omruilen? Nee, want ik ben natuurlijk nog altijd... Die hele politieke heksenjacht die tegen mij aan de gang is... Ja. Die kan ik alleen maar bevechten als was dat ik, niet afgelopen? De Liberland merit, dat was het. Nee, ik heb nog steeds... ze hebben voor mij nog steeds 50.000 van die punten... 50.000 vierkante meter Liberland grond heb ik nog altijd recht op... die ze van mij hebben afgepakt tegen mijn wil in... Zonder rechtszaak of niks. Dus dat is nog niet helemaal afgelopen. Het punt is alleen, ik ben de afgelopen 3 maanden weer bezig geweest om er iets van te maken. Maar dit is niet eens 50.000 vierkante meter daar, toch? Jawel, 700 miljoen is er in totaal. 700 miljoen? Dat vierkante meter. Dat eilandje? 7 vierkante kilometer is 700 miljoen vierkante meter. Dus, maar dat zijn niet de munten die nu verhandeld worden, want dat is alleen een token die onze veto Jedlicka naar eigen believen kan bijdrukken als die daar zin in heeft. Dus dit is verder geen Liberland grond die te koop staat. Maar het is nu gaan handelen en deze keer... doen ze het wel op een nette manier in de markt zetten en de mensen daarover informeren. Toen ik mijn geld kreeg, toen werd iedereen verteld dat ze vooral niet met mij in zee moesten gaan en dat het allemaal oplichting was en weet ik veel wat. Maar deze keer zijn ze er wel wat positiever mee. Dus okay. Ik denk, nu we het toch over Milei zijn budget hebben, kan ik de Liberland munt er ook wel even ingooien. Maar zij geven dus gewoon een... naar hartlust inflateerbare munt uit. Ja. Maar is het niet het officiële geld daar Bitcoin of zo? Nee.
Er is geen officieel geld. Oké. Okay. Maar ze geven gewoon maar wat shitcoins uit om het geld binnen te halen, zodat het feed weer rond kan reizen. Ja, dat hij weer kan aan de wijn kan. Ja, dan heb je, nou ja, de echte shitcoin is natuurlijk de dollar. Maar om die dollars binnen te halen, beloven ze dan inderdaad dit soort Liberland dollars. Ja, wat krijg je voor die Liberland dollars dan? Niks. Dat is gewoon niks. Nou, 1,60 toch? Nu, in 1,6 tegen. Oh, 1,6, ja. Maar je kan er verder niks mee. Er zit geen speciale dienstverlening achter of wat dan ook. Nee. Ze hebben niet een Liberland store of zo. Je geen stemrecht mee. Ze hebben toch wel Liberland bier en Liberland wijn? Ja, mogelijk. Maar Liberland bier is niet gemaakt door Liberland. Hè? Dat is gewoon een bierbrouwer die er een Liberland etiket op plakt. Of dat die individu Liberland dollars accepteert, dat weet ik niet. Maar ik weet niet, als ik die token zou leiden, zou ik op zijn minst een eigen store hebben. Als ik dan toch een eigen coin heb, nou, dan doe ik een eigen Liberland store. Met allemaal Liberland producten. En dan doe ik allemaal van alles en nog wat. Plak een Liberland op en koop het. Maar ik ben, om eerlijk te zijn, ben ik er niet zo mee bezig, Johan. Dus misschien dat hij er wel is, maar daar heb ik niet... Maar wat kan ik met die merits doen die ik ooit van jou... Maar dat is één merit, is één vierkante meter. Ja. Wat kan ik daarmee doen? Want ik heb er nog een tiental. Ja, dat zijn vierkante meters grond. Mm. Oké, okay, waar kan ik dat omruilen? Dan kan je daar gaan zitten op je eigen 10 vierkante meter. Als jij daarmee naar Liberland gaat, dan gaan ze zeggen... Oh, jij bent opgelicht door Yoshi Libo. Oh, oké. Okay. Ja. Maar de chauffeur heeft het ooit herkend. Ja, is ook zo. Ja. Maar ze doen er alles aan om mijn reputatie te schaden. Ja, oké. Okay. Ja. En ik heb niet zo'n grote community dat ik er iets tegenin kan brengen. Dus ik zit gewoon hulpeloos daar. Maar alle misbruik tegen mijn persoonlijkheid moet ik maar over me heen laten komen. Ja, goed. Ja, nou ja. Maar tot zover, Milay. Ja, nou ja, we worden er vrolijk van. Hopelijk meer van dit soort goede nieuws. Belangrijkste spionage... Even kijken hoor. Spionage chef van Oekraïne zegt dat Alexei Navalny stierf aan een bloedstolsel. Ja, dat is toch Pfizer. Pfizer had ze laten boosteren. Wat is Sputnik genomen? En persoonlijk, wacht even. Persoonlijk denk ik dus ook wel dat als jij met Pfizer verschillende batches geeft, waarvan de houdbaarheid van de persoon die ze inneemt afhankelijk is van de batch, weet je wel. Dus sommige spuitjes, dan val je meteen dood neer. Ik denk dat ze daar best wel het was al bekend volgens mij dat de verschillende batches verschillende ingrediënten hadden. En dat het dus eigenlijk gewoon echt een experiment was van hoe reageren mensen op verschillende batches. Maar ik denk dat ze ook gewoon hele unieke batches hebben. En als jij dan zo'n Navalny bent, dan geef je hem gewoon die unieke Navalny spuit. En dan weet je, nou, over 2,5 jaar valt deze gozer valt gewoon dood neer. Nee. Ik denk dat Amerika, die heeft die badge gegeven aan Rusland in de hoop van dat Poetin hem zou nemen. Ja, Poetin die dacht, die geef ik gewoon aan Navalny. Ja, maar goed, hij viel dood neer op een moment dat het heel goed uitkwam van degene die er was zo'n top en er moest een budget uitgegeven worden. Er waren een aantal mensen die wilden niet over stag gaan. Navalny viel. En in één keer, Poetin is zo slecht. Ja, nee, dan moeten we inderdaad voorstemmen voor dat budget. Weet je wie er ook toevallig bij die top aanwezig was? De vrouw. De vrouw van een vrouw. Toevallig in dezelfde. Die had er verder niks te zoeken. Net die dag. Nee, had er niks hij had ook een speech klaar. Ja, dat werd een beetje gezegd. Ook omdat zij had nogal wat minnaars. Andere minnaars waar hij van af schijnt te hebben geweten. Maar er werd ook gezegd van waar was zij de dag ervoor eigenlijk? Dat is ook een beetje verdacht. Maar hoe dan ook, het is wel interessant dat deze Oekraïner zegt eigenlijk, de hoofd van de inlichtingendienst, die Budanov, wat ook een CIA-mannetje is, heb ik begrepen. En die
die beweert, en dat zou een grote vijand van Poetin zijn, en die zegt, ja hoor eens, maar het is gewoon een bloodclot. Het is niet vermoord, wat ook onlogisch lijkt. Dus als die MH17, het is eigenlijk onlogisch dat je iemand die eigen gevangenis gaat vermoorden en dan een enorm publicitaire shit over je heen haalt. Het is gewoon niet erg voor de hand liggend. Ik vind het wel leuk, want Poetin zegt dus hij is aan het sudden adult death syndrome overleden. En dat noemen ze dus nog steeds bij de Daily Mail natural causes. Ja. Dat is tegenwoordig heel normaal dat je gewoon dood neervalt. Ja. Maar het is ook zo, het is natuurlijk ook wat ook raar was. Het schijnt dat die Navalny, die wordt natuurlijk in het Westen helemaal opgehoopt. Maar helemaal als de grote opponent van Poetin en zo. Net zoals in Venezuela hadden ze ook zo'n vent. De oppositieleider van Venezuela, die werd dan helemaal naar voren gepopt. Hoe heet dat nou ook weer? Opposition. Ik weet niet. Opgehemeld? Ja. Nou ja, ze hadden zo'n kandidaat, die hadden zij erin geknald om naar voren. Die had het helemaal opgehemeld. Uiteindelijk is hij geloof ik naar Amerika gevlucht. Ik kan even zijn naam weer niet vinden. Nou ja, maar dit is ook zo'n figuur. Want hij deed in de polls, had hij gewoon maar 2% of zo. En wat natuurlijk helemaal mooi was, is dat die Navalny, die had allerlei racistische filmpjes gemaakt. Hij noemde moslim-immigranten erger dan kakkerlakken. Het was een enorme nationalist. Dus eigenlijk wat Wilders had moeten doen, die had gewoon dat filmpje van die Navalny, waarin die moslim-immigranten voor kakkerlakken uitmaakt, had hij gewoon moeten retweeten. En dan moeten ze zeggen, dat is echt een goede vent die Navalny. En dan kijken welke kant op die lui ontploffen dan. Hè? Want dan moeten ze aan de ene kant moeten ze zeggen, alles wat Wilders doet is fout. Dat is een vreselijke racist. Maar Navalny is goed. Dat is wel interessant om te zien. Hij was gewoon zo'n CIA-puppet, toch? Oh ja, die vindt in Venezuela heette trouwens Guaido. Guaido. Die werd, maar die Navalny was toch gewoon zo'n CIA-tool? Nou, hij staat op video, daarom is hij gearresteerd, dat hij wat miljoenen geld van een MI6 gast wilde hebben. Geheime dienst. Hij zocht graag geld om een kleurenrevolutie te beginnen in Rusland. Dat was het punt. Dit kwam trouwens ook bij het verhaal van Tucker Carlson even naar voren, die dood. Want toen was hij ook al overleden, toen dat interview werd opgenomen. Dat was toen net vers. Uh-huh. En toen had Tucker dat ook wel een interessante take erop, dat hij dus zei van, joh, als Poetin echt die Navalny wil vermoorden, dan doet hij dat niet op de dag dat iedereen daarover aan het kletsen is. Ja, klopt. Dat is inderdaad de meest ongelukkige tijd. De timing was gewoon heel raar. Dus hetzelfde met die pijplijn, weet je wel. Van waarom zou Rusland dat doen, weet je wel. En natuurlijk had hij het met Novichok gedaan. Dat is het typische Russische gevaarlijke gif dat af en toe niet werkt. Of pas na een dag of zo. Dat is ook weer zo. Poetin dan iemand gaat vermoorden in het buitenland, een vijand van hem, dan gebruikt hij altijd een gif met een typisch Russische handtekening, wat ze ooit in de Sovjet-Unie ergens verzonnen hadden, zodat iedereen ook duidelijk weet dat hij het gedaan heeft. Het is allemaal een beetje dat de mensen het blijven geloven. Ja. Het is echt. Mijn oma dus ook. Hè. Ik zit af en toe bel ik met mijn oma. Mm-hmm. En dan krijg ik altijd zo via mijn oma te horen wat iedereen in Nederland hoort denken. Wat de ene woord allemaal verteld heeft. Ja, want hij heeft nou iemand vermoord. Ik zeg, nou oma, lijkt me sterk. Lijkt me sterk dat hij hem vermoord heeft. Was hij er zelf bij? Zat zijn vingerafdruk op zijn keel? Mijn oma denkt alles gezien te hebben. Die heeft het allemaal gezien. Ze heeft het gezien op de radio. Maar het is ook bij dit soort dingen zo. Als jij... Ik heb een paar van die, er was toen in Londen ook zo'n vader en een dochter of zo. Die zouden er ook door Poetin vermoord zijn. Ex-spion of zoiets, ja. Dat is een ex-spion, ja. Dat is gewoon alles. Ook als er in Rusland iemand uit het raam valt,
Dan is het van, oh, vijand van Poetin, die valt uit het raam. Of een vriend van Poetin, of iemand met Poetin. Nou, dus zo doen ze dat daar. Terwijl, ja, dat hier zijn de Clinton-hitlist. 15 bodyguards van de Clinton. Zoals mijn schoonvader, die komt normaal nooit uit... die gaat wel op vakantie, dat wel. Maar die gaat nooit uit zichzelf zomaar even heel Nederland doorrijden. Maar die was dan toevallig helemaal naar Amsterdam gegaan om bloemen neer te leggen voor Navalny. Weet je wel, ik weet nog wel dat toen Navalny gevangen genomen was. Ik had toen gezegd, toen had ik met hem over van... Dat was zo, Poetin is slecht en zo, en wat hij allemaal doet. Nou, zo'n discussie over wat Amerika allemaal dan wel niet doet en zo. En dat Amerika allemaal Rusland die had Amerikaanse verkiezingen beïnvloed. Ik zeg, nou weet je niet hoeveel verkiezingen in Amerika beïnvloed heeft in de hele wereld. En toen noemde ik de Navalny als zo'n voorbeeld, weet je wel. Want dat zo'n, ik dacht toen dat het CIA-puppet was. Hij wist helemaal niet wie er was. Maar nou gaat hij dus helemaal, hoor ik dus, dat hij helemaal naar Amsterdam gereden is om bloemen neer te leggen voor Navalny. Terwijl een paar maanden geleden wist hij niet eens wie die was. Dat is ook zoiets. Mensen die hebben gewoon geen eigen wil, joh. Ja. Die hebben het niet eens in de gaten dat ze zelf zo'n puppet zijn. Net als mijn oma. Voor Navalny is niet zo eens zoveel bekend, maar die vader en die dochter, daar is een heleboel van bekend. Als je daarover gaat lezen precies hoe de timeline allemaal ging. Dat zou een super dode grift zijn geweest. Dat was aan de deurknop gesmeerd. Maar dan gingen ze... Ja, gingen een rondje in het park lopen en zo. Ja, ze gingen een biertje drinken ergens. En pas een dag daarna of zo had het dan effect. Zo zaten er een heleboel dingen aan die niet logisch waren. En ja, op zich kan ik me voorstellen dat je daar niet helemaal zin hebt om erin te gaan duiken. Maar als je weet dat er een oorlog mee gestart wordt en opgejonkt, dan denken we, ja, dan ben ik wel heel wantrouwig. Dan denk ik, ik wil eens even horen wat de andere kant hierover te zeggen heeft. Ja. En over het algemeen hebben die veel meer feiten daar. Want die zitten natuurlijk in de verdrukking. Die weten dat eraan zit te komen. Dus die komen vaak met hele epistels over wat er allemaal niet klopt. Terwijl de andere kant, die heeft gewoon iets van... ik heb gelezen dat een smerige moordenaar is. En of, natuurlijk heeft hij dat gedaan, want dat past in een patroon. En ik weet verder niks vanaf. En als je het niet gelooft, dan ben je een Poetin. Ja, dat is het grootste tegenargument. Ik wil niet zeggen dat wij Poetin nog eens zijn, hoor. Maar dat is gewoon de heerser van de andere slavenfarm. Zeker, ja. Voor de mensen die... nu ingeschakeld zijn. Het rare is dat je dat dan ook altijd moet zeggen. Hè? Niet dat we fan zijn. En die mensen die dat tegen je roepen. Van, je bent een Poetin-fan. Die help je toch niet. Die ontzenuw je toch niet met dit soort tegenwerpingen. Die blijven toch wel geloven. Die geloven toch al iets wat gewoon op blind faith, op goed en slecht en mijn heersers hebben het verteld. Dus waarom zou je die geloven als jij zegt, ik ben geen Poetin-fan? Als hun heerser zegt dat je het wel bent, dan ben je het gewoon wel. Ik zeg altijd, nee, maar ik ben een anarchist. Dus ik geloof niet in die mensen, weet je wel. Dus ik heb er niks mee. Het zijn allemaal mensen die een slavenfarm onder zich hebben. Dus ik heb zoiets van, fuck de stop met die slavenfarms. Maar ja. Natuurlijk, de hele reden dat daar gevochten wordt. Het is omdat er dienstplichtigen aan één kant gedwongen worden te vechten tegen dienstplichtigen aan de andere kant. Ja. Maar ja, dan nog heb je wel iets van, sommige leiders komen wel wat rationeler over dan anderen. En wat meer... vredesgezind of wat meer bereid tot compromissen of tot verdragen te sluiten dan anderen. Als je zegt, we sloten dat verdrag alleen maar om tijd te winnen om de oorlog op te kunnen starten. Ja, dan krijg je gewoon niet het idee dat dat soort leiders nou erg geïnteresseerd zijn in er een vrede van maken. Ja. Hebben jullie deze week het filmpje van Zelensky gezien waarin dat hij beticht wordt van drugsgebruik? Nee. Dan geeft hij een interview en dan staan zijn ogen helemaal te tollen. Als een soort Hugo de Jonge zit hij op die camera. Ik zou er gek van opkijken dat hij dat gebruikt, maar... Nou,
Kijk, ik was er niet bij natuurlijk, maar als ik hem zo zag zitten, dan denk ik, nou, het kan inderdaad wel dat hij toch iets genomen heeft. Hij had gewoon een heel goed espressoapparaat daar bij hem in de buurt. Ja. En ze hadden een nieuwe spuit van Pfizer gekregen, die moest nog getest worden. Toen dacht hij, nou, probeer hem zelf. Nee, maar wat je daarvoor zei, Peter, ik wil nog op reageren van jij... Sommige van die regeringsleiders lijken redelijk. Maar je moet eigenlijk zeggen, sommige van die slavenhouders lijken redelijk. Het zijn gewoon slavenhouders. Ja, natuurlijk. En in landen, maar het zijn plantages. Niet iedereen loopt de microfoon voorbij waar die moet gaan praten of zo. Niet iedereen die komt uit zijn helikopter en die moet... En er staat een vent aan te geven van hier naar rechts toe. En dat hij er gewoon langs loopt. Daar zit nog wel een verschil tussen. Er is iemand die kan gewoon een gesprek hebben van 1,5 uur. Kan ik me bij Biden niet voorstellen een gesprek van. Ik kan me zelfs bij Rutte niet voorstellen een gesprek van 1,5 uur. Ik hoor alleen maar soundbites van die mannen. Die weet volgens mij niks van geschiedenis. Nee, ik geloof niet dat die ja, misschien een boek van Klaus Schwab leest of zo. Maar ik denk niet dat hij een filosoof een discussie kan hebben over een bepaald onderwerp van 1,5 uur of zo. Die maffiabaas, ik ben even zijn naam kwijt, maar die had een proces tegen zich lopen. En ja, die deed of hij gek was. Ja, net doen of hij gek was. En ik heb af en toe het idee van misschien is Biden gewoon nog helemaal erbij. Maar ja, alsof. Dat is de no agenda theorie dit. No agenda show. Ja. Volgens mij is het Pietro of zoiets. Het was nou, nee, als je het naam noemt, dan weet je, weet je wel. Ik ben het nou even kwijt. Maar... Dat is ook de reden dat ik mezelf Yoshi Livo noem. Een bekende maffiabaas. En dat was in de tijd ook met Columbo en zo. Dus... Dat is ook de reden dat ik mezelf Yoshi Livo noem. Als ze me dan ooit arresteren voor landverraad, dan zeg ik gewoon, ja, ik had helemaal mentale problemen. Oh ja, Vincent Gigante, geloof ik. Is dat was die het? Staat hier. For nearly 30 years, the Genoese crime boss Vincent Gigante pretended to be mentally ill to avoid prison. Ja. Maar hij was van Gambini, geloof ik toch, hè? Hadden die bij Gambini crime family? Nee, Genovese. Oké. Ja, goed, een tijd geleden ik het allemaal gelezen. Hij stond daar met lantaarnpalen te praten en liep in zijn ochtendje al over straat en zo. En ja, het was ook een tijd geleden dat ik daarin zat in die. Dat ik dat allemaal lastig. Inderdaad, het zou daarom. Dus ik denk, misschien is Biden gewoon nog hartstikke erbij en doet hij gewoon net alsof hij dement is. Dat kan ook nog. Dus, je weet het toch niet. Je weet het niet. Nou, dan is het een hele goede acteur. Hè. Dat zou het natuurlijk kunnen. Nou, dat hij al lang overleden is en dat het een kloon is die doet alsof dat hij dement is. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Hij zit natuurlijk wel op de leeftijd ook waarvan je... Denk, maar als hij dement als een deur is, ik zou het ook, dat hij gewoon af en toe drugs toegespoten krijgt en dat hij dan weer even helder is, ja. Nou, volgens mij is dat bevestigd dat hij aan de amfetamine wordt gehouden. Nou, er kwam een bericht uit dat hij helemaal fit is, hè. Dus dat hij helemaal gezond is. De No Agenda zeggen dat ze zijn hem nu aan het afkicken. Om hem straks bij de State of the Union om hem een enorme dosis te geven. Ja. En dan, dan moet hij 1,5 uur moet hij spreken. Dan moet hij gewoon even boom vlammen. En dan daarna is het weer gewoon van, ja, sorry, hij doet het vanuit de basement verder. Laat eens nou Michelle Obama als stand-in, als hij mocht hij neervallen. Dat was altijd het verhaal dat hij nog in de wing stond te wachten. Waar die ja... Je hoort ze nooit zeggen van, nou, ben ik wel geïnteresseerd. Maar het is natuurlijk ook zo, dat hoor je nooit te zeggen. Maar wat ik gehoord heb, is dat ze altijd een beetje de hekel had aan dit hele verhaal. Ik denk niet dat zij er
hij daar zo'n ambitie voor heeft, moet ik zeggen. Big Mike. Big Mike heeft er geen zin in volgens mij. Als Michelle Obama het wordt, hebben we weer een man als president. Hè? Ik had ook ik had een politiek analist. Het lukt analist. Ons nog steeds om aan de macht te blijven. Sorry vrouwen. Steeds denken ze om er weer eentje te hebben. Dan, steeds geen vrouwen in het, de Oval Office. Ja. Er was nog een politiek analist die zei als dat Michelle Obama al te laat was met het starten van de campagne. Dat het nooit meer zou lukken als die nou nog erin zou komen. Hoe zit het nou met Ron Paul 2024? Dat hebben ze een paar keer in de chat genoemd, hè? Ja, één keer. Nee, twee keer. Twee keer? Ja, twee keer. Eldorado ook nog. Oh. Ja. Maar ik heb die andere niet gezien. Eldorado zien. Oh, oké, dat was nog een andere die het zei. Ja, nee, de YouTube-chat. Ja. Ja, hij mag het proberen, maar ik geef hem weinig kans. Ik denk dat het vrij moeilijk wordt om die Trump te verslaan dit jaar. Als je alle cijfers, alle polls, alle... Het lijkt erop dat het al een gelopen race is. Maar ja, nogmaals... Zou het lachen zijn als in één keer bij de Democraten dan in één keer Ron Paul op het toneel verschijnt? Dat hij zich aangemeld heeft als een democratische kandidaat. En heb dan je gehoord dat... Peter? Dat hij Tulsi Gabbard... Trump wil Tulsi Gabbard misschien die stond ook op zijn lijstje. Ja. Dat zou wel weer een gouden greep zijn, moet ik zeggen. Ja. Want, Igel, dan verzoen je gelijk met de democraat eigenlijk ook. Hè? Ja. Bij de democraat zegt dat mij niks. Tulsi Gabbard is een dame die... Ja, die wel redelijk anti-oorlog is. Ja, maar voor de rest heeft ze hele standpunten waar wij niet mee eens kunnen zijn. Nee, het is een socialist natuurlijk. Ja. Maar ja, Biden heeft het ook. Trump is ook een socialist ergens. Eigenlijk dus, wel, ja. Het is gewoon een democraat. Ja, wat dat betreft past het. Je moet niet verwachten dat je nou... Het enige voordeel wat Trump heeft... dat hij niet zo'n war-fan is, zeg maar. Nee. Dus dat zou mooi zijn... als hij dat nog een beetje er wist in te brengen. Ja, maar dan zou ik liever hebben... dat hij dan nog Vivek Ramaswamy... want die heeft dan nog wel dat is gewoon een hele kundige vent, lijkt me. Dat een hele knowledgeable... Ja, Tulsi Gabbard is ook wel weet ook wel van wanten. Ja. Oh, daar hebben we Mike. Mike? Wat? En Mike en Obama. De chat gegooid even wat. Oké. Ja. En dat schijnt ook de reden te zijn dat we nou zoveel van die regenboogvlaggen overal hebben. Omdat hij dus heel erg... Heeft dat niet te maken met Agenda 2030 of zo? Misschien heeft hij dat in 2030, weet het. Te plakken. Dat zou dan de reden zijn dat hij daar ook zulke stappen op heeft gemaakt. Omdat Mike. Ja, het schijnt. Mike een bobbel in zijn broek heeft. Dat was dat het verhaal deze al. Ze hebben al eerder pogingen ondernomen om het zeg maar door te voeren, maar dat mislukte. En toen hebben ze op een gegeven moment nieuwe pogingen ondernomen. En nou ja. En nog over die regenboogvlag las ik vandaag dat ze in Friesland nou het hijsen van de regenboogvlag niet meer gaan doen. Oké. Ja? Hebben jullie dat meegekregen? Nee. De PVV heeft in de provinciale staat van of de provincie, hoe zeg je dat nou? Provinciehuis van Friesland besloten dat er geen regenboogvlaggen meer gehezen mogen worden op gemeentehuizen in Friesland. Oké. Maar mij maakt allemaal geen fuck uit, dat is toch maar textiel. Dus het maakt niet uit of het een Friese vlag of een Nederlandse vlag of een Europese vlag. Of een, Nou, het maakt wel uit, tuurlijk. Nee, het is maar textiel. Ja, je bent toch een gemeentehuis? Dan moet je gewoon lekker een clubhuis voor regenboogvlaggen gaan oprichten. Dan kun je elke dag de regenboogvlag gaan hijsen. Ja, maar het is verschil tussen een clubhuis. Een clubhuis hebben mensen echt voor gekozen die daadwerkelijk... Je zit in mijn club. Maar jij zegt ik hang liever geen Israëlische vlag aan mijn huis op. Maar als de gemeente het doet, dan zeg jij van, dan maken we er niet uit. Ja, maar dat zit er gedwongen in. Dat zit er gewoon onder dwang zitten daarin.
Maar dan maakt het maar je dus wel uit wat voor vlag daar heeft ze. Nee, mij maakt het fuck uit wat ze daar doen. Oké, dus ook een Israëlische vlag of zo, dat vind je allemaal geen probleem. Moet ze zelf weten, joh. Het is toch, ik geloof er toch niet in. Ah, ja, het is wel voor de geschiedenisboekjes. Het is aan jouw naam, dat, Johan. Ook al zie jij dat het onder dwang ja, is. Ja, maar goed, ik heb daar zelf niet voor gekozen. Ik ben er echt gedwongen in. Nou ja, jij gaat er iedere dag voor naar kijken. Dat is wel zo, maar er gaat wel... Er is wel iets aan de hand. Ik zou dat ook zeggen. Als er opeens overal nazi-vlaggen gehezen worden of zo. Ja, het is maar een stuk titel. En ik heb er niet voor gekozen of zo. Maar ik zou wel eens om me heen gaan kijken. Ja, in de uitzending. Als dat gebeurt, dan zou ik het in de uitzending wel vermelden. Of als Gemini of zo geen witte mensen meer laat zien. Dan denk ik ook van, wacht eens even. Am I on the way out? Is het al de, ja, ik snap je wel. Maar ik heb persoonlijk, verder... Maakt niet uit, het is, voor mij is het gewoon een fot, een vlag. Het is gewoon een stuk textiel wat wappert. Ja. Ja, het is ook een stuk textiel dat wappert. Ja. Maar het is als voor een sommige vals mensen vlag, heeft vals het een vals vlag. Maar dat moet je wel goed in de gaten houden. Maar ik ga er niet boos over worden. Dus ik ben degene die er niet boos over wordt. Ik denk, maar je gaat je ook geen zorgen maken over bepaalde dingen. Ja, nee. Ja. Nee? Okay, maar wat kan ik eraan doen? Helemaal vol hangen met dat nazi-vlaggen. Peter, wat kan ik eraan doen? Ik zeg niet dat je er wat aan moet doen. Ik zeg niet dat je er wat aan moet doen. Ik zeg alleen van, ja, als het gemeentehuis vol hangt met nazi-vlaggen, dan kan je zeggen, ja, het is maar een stuk textiel. Ja. Dus, wacht eens even, ik moet toch eens even de reisgids op nagen slaan. Kijken of er in Servië nog een chipontwerper nodig hebben. Dus, als er echt nazi's hier komen, ja, dan... wat is het verschil eigenlijk tussen de nazi's en... Ik bedoel, Amerika die heeft daar 1 miljoen mensen in het Midden-Oosten vermoord. Ja. Ja, precies. Nou, dat is toch de hele reden. Maar daarom maakt het wel degelijk uit wat voor vlaggen zij en wat voor symbolen ze verheerlijken. Zijn wij en, beter dan de nazi's überhaupt? Dus, en niks. Mensen wij, Nederland. Ik ben wel een stuk beter dan de nazi's. Ja, wij. Tot nu toe in ieder geval. Tot nu toe. We zouden misschien Joden inderdaad onderdak verschaffen, maar de... Ik heb het even, zit ik wel inderdaad etatistisch te praten. Nee, maar gewoon de bevolking in het algemeen. Wat is die dan in het algemeen, wat is die dan beter dan de nazi's? Nou ja, als jij over 10 jaar op vakantie wil gaan ergens, en dan zeggen ze, oh, was jij niet van dat ene land wat toen overal regenboogvlaggen aan had, dan ga je niet prettig op vakantie. Snap je? Dat zeg ik, nou, ik had er niks mee. Ja, maar dat is net zoiets als Duitsers die zelfs in de jaren 80 nog naar Frankrijk gingen. Daar was opeens geen hotelkamer voor ze beschikbaar. Ja, precies. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb er niks mee te maken. Ook. Maar in hun ogen, dat zijn collectivisten gewoon nog. Dus die denken in collectieven. Dus je zit daarna helemaal in. Dus het is wel handig om dat toch een beetje in de gaten te houden. Ja. Ja. Maar overigens, mensen, het wiel is tevoorschijn getoverd. Hallig idee. Ja, de meeste mensen zitten gewoon niet naar ons te kijken. Die zitten gewoon lekker op internet verder te... op Facebook verder te scrollen naar betere katfilmpjes. Maar je kan uitroepteken Ron Paul typen in de chat. Als je op Twitch zit. Bij deze heb je het gehoord. Even terugklikken. Ja. Dus, misschien zitten ze op Twitch. Ik denk dat ze allemaal op Twitch naar katvideo's kijken. Dus, Ik ben op het moment de Hidden Cup van de Age of Empires heb ik op de achtergrond staan, jongens. Maar goed, laat maar zitten. Oh, dat is een Age of Empires spelen. Ja, nee, ik zit te kijken naar mensen die spelen. Oh, oké. Ja. Er zitten op het moment, het is ongelooflijk, zitten 18.000 mensen naar Age of Empires te kijken. Ik kan hoe iemand dat speelt? Ja. Oké. Kwart finales zijn het. Okay. Ik weet niet wat de prijzen geld is. Maar... Ik heb net laatst nog even gespeeld. Ik had een simulator. Daar kon je oude spelletjes spelen. Dus dan heb ik weer even Age of Empires van, ik weet niet, een aantal jaren geleden, oude versie, zitten spelen. En toen had ik echt zoiets. Ik was heel snel alweer boord. Ja, nou, ik moet je zeggen, dit is wel ongekend hoe professioneel dat die clubmensen... Maar ja, goed, zo zijn er wel meer spelletjes waarvan ik denk van ongelooflijk dat er
hoeveel mensen dat er mee bezig zijn. Hier zit ook iemand te streamen, Counter-Strike te streamen. Er zitten 25.000 mensen daar te kijken. Dan denk ik, joh, wat een verneuking van je tijd, man. Jij zit ook net te kijken. Nah, ja, maar ik zit wel ondertussen de vrijheid radioartikelen te lezen. Ik vond dat het leuk, daar ging ik bij zo'n groep zitten. En dan ging er zo'n Red Redemption of zoiets. Ja. En zo'n country, wat is het? Zo'n GTA. Zo'n western gebeuren. En dan ging je zeg maar met elkaar afspreken van, dan gaan we naar die saloon toe. En dan gaan we met elkaar tegelijkertijd op elkaar lopen schieten. Weet je wel, dan zitten er andere spelers bij en die hebben geen idee. Of nee, we gaan met z'n allen op de barman schieten, dat was het. Dus dan heb je allemaal mensen die daar ook zitten en dan ga je met elkaar op die barman schieten of zo. Of dan ga je door naar een bepaald dorpje toe. En dan gaan we op het dak staan. En dan gaan we tegelijkertijd van het dak springen. Ja, dat is grappig. En dan met 25.000 man tegelijk. Zoiets, ja. En je ondertussen niet druk maken over de regenboogvlag die je gemeentehuis aan het huis is. Nee, dat vind ik veel leuker. Dat vind ik veel leuker dan druk maken over een of andere vlag. Harari is blij met jou, Johan. Harari is trots op je. Ja. Wie is Harari eigenlijk? Dat is de nummer 2 van de web. Oké. Schrijft ze Sapiens, heeft hij gezegd. Ja, maar dit was tijdens de lockdown. Dus ik heb nou eigenlijk geen tijd meer om te gamen eigenlijk. Dus, volgens Harari is de toekomst van de mensen, van de nutteloze eter, is drugs en computerspelletjes. Ja. Oké. Want ja, je moet ze toch bezighouden, die nutteloze eten. Daarom kijk jij naar Ace of Empires. Ja, ik denk dat op zoek naar drugs. In die situatie, hoe lang zal het duren voordat ze dan zeggen van, wat hebben we eigenlijk aan die lui met een drugs en computerspelletjes? Doe deze drugs maar even. Ja, dan, precies. Ik denk dat je daar dan niet ver vanaf ziet. Er komt ongetwijfeld iemand op het idee. Je hebt me nog zo lang World of Warcraft gespeeld, wil je niets in het echt doen? Ja, dat is ook eentje inderdaad. Van de... Dat is dan weer de, hoe heet dat ook alweer, uit Korea? Niet de Hunger Games, maar Squid? Squid Games of zoiets. Ja. Het rat zit daar vol. Ik ga gewoon eraan draaien. Geef hem maar een zwengel. We gaan een zwengel geven aan de engel. Ik heb deze week alweer genoeg egels gekocht, dus ik doe niet mee deze keer. Oké. Ja. Nou goed, dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Je hebt nu nog de kans om er wat op te schrijven. Ik heb nergens aan gedraaid, maar... In één keer verdwijnt het rad. Oh, nou komt het weer terug. Oké. Dat is een beetje gek, maar ja. De rad van Fortuin. Het is eindig met een cijfer. Ik kon het net niet zien. Zal het aan Isabella wel lezen? Ja. Nou goed, iemand die eindig op een cijfer heeft gewonnen. Ik kijk nog even terug en mocht jij het idee hebben dat jij gewonnen had, stuur even een whisper naar me toe. Of als jouw naam eindigt op een cijfer, stuur me even een whisper. En zeg gewoon, ik was het. En dan, dan gaan we even kijken wat jouw adres is en dan stort ik wat. Ja, als je het om wil wisselen naar andere valuta in crypto, dat kan op Free Exchange. En Xehex tegenwoordig ook. Oh, Spjottertje. Oh, wie zou dat nou zijn? Wow. Oh, Spjottertje 5. Ja, Spjottertje. Nou, welk nummer zit er ook weer bij? Spjottertje 5 is het toch? Ja, ik kan ook even naar je toe fietsen, Spjottertje 5. 25. En jou een biertje geven. Goed, ja. Ja, zal ik dat doen? Ja, als je toch een keer langskomt. Ja, kom ik gewoon even langs fietsen. In de buurt binnen. Ja, moet ik even kijken, joh. Ik heb mijn agenda is heel druk. Dus, oh jee. Ja.
Maar nou, nog eentje. Misschien nog eentje zondag, en dan ga ik slapen. Maar dan heb ik s'avonds alweer een afspraak. Dus. Goed, ja. Kijk maar. De laatste. Het laatste bericht. Maar goed, ik kan het ook gewoon overmaken. Dat kan ook. Want het gaat toch allemaal omhoog binnenkort. Dus dan kan je binnenkort een dompignon ervan kopen. Is er nu nog een biertje? Maar aan het einde van de boeren kan je een dompignon mee kopen. Het is me gelukt om, wat was het ook weer? Om die client, ik heb die client gedownload, die okay. QT. En, van E-Gulden? Ja. Oh. En staat nou niet aan, maar... De hele blockchain... De hele blockchain gesynct. Dat ging best wel snel vergeleken bij Bitcoin. Er zitten natuurlijk niet zoveel transacties in. Ja. Ook dat, maar wij hebben ook een stuk of 10 seeder nodes actief, dus dat gaat vrij vlug. Ja, als je inderdaad die blockchain gewoon zo even binnenhaalt, dan is het zo binnen als een film, zeg maar. Het heeft een paar gigabyte. Nou, dat is met een beetje goede glasvezel, is het zo binnen. En dan transporteer je dat in de map waar je wallet zit, zeg maar, of waar die blockchain zit. Dan pleur je dat neer en dan heb je huppa binnen, dan is binnen een uur heb je dat binnen alles. Weet je wat ik ook nog wil proberen, Peter? Want dat zei jij laatst. Ja. Over die ledger. En toen dacht ik, goh, dat is misschien wel een manier waarop dat je dus e-gulden op je ledger kan opslaan. Ja. Als je daar zin in hebt om daar een keer met mij 20 minuten aan te besteden, dan zijn we er wel mee rond. Want dan moet je dus jouw ledger private key inlezen in die QT wallet van e-gulden. En volgens mij kan ik jou dan... E-guldens op je ledger sturen. Okay. Maar je kan ze nooit zien als je niet een... Nee, maar dat is niet... de perfecte beveiliging natuurlijk. Dan word je overvallen. Dan zeggen ze, steek die ledger in de computer. En dan zien ze daar helemaal niks. Zet je dan maar je kan er zelf ook niks van zien. Dat. Nee, maar je hebt die sleutel zit wel in die ledger, snap je? Dus die kun je altijd weer exporteren in die QT-wallet. Dus want ik krijg wel vaker vragen van, wordt e-gulden ook ondersteund door ledger? Maar eigenlijk overal waar jij een Litecoin-adres hebt, heb je ook een e-gulden-adres, want die zijn gelijk aan elkaar. Ja, want kan je niet opgeven bij Litecoin dan van derivation path, anders noemen of zo. En dan dat je dan je e-gulden krijgt. Dat je gewoon het Litecoin frontend gebruikt van Ledger. Ja, precies. Nou ja, dat zou ik een keer willen proberen eigenlijk. Maar ik heb zelf geen Ledger, dus vandaar. En dan kun je nog wat e-gulders verdienen als je er een handleiding voor schrijft, Peter. Maar dan moeten we maar even kijken. Als we het gewoon een keer kunnen proberen of het lukt. Ik denk namelijk dat het moet kunnen. Want dat kwartje viel ineens bij mij toen jij daarover begon. Ik denk, ja, dat is gewoon... Er zit gewoon e-gulden ondersteuning op je ledger. Ja. Ja, het is natuurlijk... Als het helemaal een kopie is van... misschien dat het niet gelijk niet werkend is toch hoor. Maar hoe kan je dat bij Ledger voor elkaar krijgen? Moet je dan een verzoek indienen of zo? Er zitten dus private keys op jouw Ledger. Ja, en ja. Die private key die moet je dan importeren in e-gulden. En dan heb je hetzelfde adres wat je in Ledger gebruikt, heb je dan ook in e-gulden staan. En dan kun je het dus... gebruik. Maar om het maar echt je moet zo... dan die app, die Ledger app moet je natuurlijk hebben dat je daar kan selecteren e-guldens. Nee, je moet alleen je private key uitlezen uit die Ledger ding en die kun je dan... Ja, maar ja, daar kan je net zo goed niet in die private Ledger zetten, want dan hangt het toch aan die 24 woorden samen. Daar hangt het vanaf dan. Ja. En met die 24 woorden kan je ook gewoon naar een website toe gaan en daar je keys afleiden. Toen heb je die Ledger niet voor nodig. Denk ik dan. Want met die ledger kan je die keys niet eens afleiden. Die ledger die stuurt alleen maar naar de mempool een gesigned message. Dus, ik weet dus niet goed hoe het werkt. Dus daarom wilde ik daar eens een keer met jou over kletsen. Nee, je moet het in die app erbij hebben. Maar misschien dat je wel kan aangeven bij...
Litecoin van gebruik dit andere derivation pad. Maar ik geloof dat hij gewoon altijd nul neemt en dan de volgende en de volgende en de volgende. Dat die, er zijn natuurlijk van die hiërarchische keys die je ervan afleidt. Mm-hmm. En denk ja, dat die is dat bij ze... EFL wel anders als bij Litecoin. Mm. Want wij, ja. hebben, wij zijn volgens mij munt nummer iets van nummer 50 uit de lijst. En Litecoin is munt nummer 12. Die zit veel eerder. Mm. Maar E-gulden heeft ook wel zijn eigen derivation path. En die zit nog vrij vroeg. Als je die hele lijst aan allerlei munten zet, dan staat E-gulden toch vrij ver bovenaan. Dus toen waren wij er wel vlug bij toen dat allemaal geïntroduceerd werd. En het probleem met die Ledger app is natuurlijk ook dat die, volgens mij worden al die blockchains, die worden bij Ledger staan, waar die aan verbindt. Als jij kijkt wat je saldo is, hij heeft niet die blockchain lokaal staan. Hij gaat naar een remote versie van die blockchain kijken en dan scannen. Ja. Maar die EFL is er niet bij Ledger. Dus je moet eigenlijk een wallet hebben waarbij je zelf kan aangeven waar de blockchain te vinden is en zelf welke en toch, die je toch kan verbinden met je Ledger key, want er zijn ook andere wallets, bijvoorbeeld AVAX wallet, die kan je gewoon met een Ledger verbinden. Dan kan je wel opgeven ook welk derivation path je wil enzovoort. Ik denk dat dat mogelijk in een maand of 3 beschikbaar is. Ja. Dat er is een nieuwe wallet voor E-gulden in de maak. Ja. Die wordt op dit moment getest. Ja. Yes? De killer app is coming. Ja. Wat ook komt is allerlei kleding die door Monica Lewinsky gepresenteerd wordt. En daarmee wil ze mensen overhalen om te stemmen. Ah ja. En dan staat ze allemaal jurken. Ja, dan komen de grappen al snel over vlekken. Nee, het rood is toch, Trump is toch rood? Ja, maar ze hebben ook een zwarte jurk aan, hè? Dus, Zwarte jurk. Ze hebben ook een rode jurk aan hier. Ja, dit is voor als je naar de sigaarclub binnen wilt, dan is dit wel geaccepteerde is het met high fashion. Is het met vlekken? Nee, maar dat slikt ze allemaal door, Johan. Ja, maar dat was toch met de vlek op de jurk, dat was toch destijds het bewijs. Oh ja, oh, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ze van sigaren hield, maar verder. Cubaanse sigaren. Nee, pedofiele sigaren waren het. Ja, goed, ze is gebruikt eigenlijk voor een reclamespot. Maar is het jurken. Meer een reclamecampagne voor zichzelf? Nee, voor jurken is het eigenlijk. En die hebben haar gestrikt. Ze is inmiddels 50, ze had niks te doen, dus... Ja, dan is het ook niet meer zo lekker om gepijpt te worden door iemand. Ziet er niet 50. Slecht uit voor iemand van 50. Nee, goed seksleven. Ja, in de fotoshoot, Peter. Kom op, jong. Ja, de Photoshop zit er ook nog bij, hè? Ik heb me weer laten poppen. Ik wil nog wel weten hoe dat ze eruit ziet als je ernaast wakker wordt, toch? Oh, jee. Ik ben niet overtuigd. Jongens, ik moet er even een documentje in scannen. Dus ik ga, daarvoor moet ik rebooten, want het werkt niet. We zijn ook wel een beetje door de Monica Lewinsky grappen heen. Oké. In dat geval, dan ga ik ook vroeg naar bed, want... Morgen weer vroeg op. Ga je afdruk op de foto's? Een nieuwe... Ik ga er niet aan beginnen. Lekker slapen. Hey, goed jongens, dan ga ik het einde aankondigen. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En ik wil uiteraard iedereen ook hartstikke danken voor het deelnemen aan de uitzending. En ik zou zeggen toedeledokie. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En hier is de eindbaantje. Hartstikke idee. Dat is oké. Ja, dat is het einde. This is the end. Beautiful friends, the end. Bedankt weer, Johan. Ja. Ik kan heb jij al een TA over wanneer de Bitcoin er doorheen gaat breken? Op het moment dat loonslaven hun vakantiegeld uitbetaald krijgen, dan staat hij op zijn hoogste punt. Ja, mei of zo. Ja, of eind van het jaar of zo. Ja, als ze het vakantiegeld gestort krijgen, dan... En dan gaan alle media, die schrijven even 1 week lang over Bitcoin en dan crasht die daarna weer.
Ja, kan ook. Ja. Ja, ja, uit de fabeltjes kan. Dat is mijn clownsneus. Ja. De verwachting van mijn clownsneus. Ja. Okay. Ja, volgende week hoor je de stand weer. Ik ga er eindje aan zuigen. Ik moet morgen ook weer om 5 uur op. Dus, Laat het Lowinski maar niet weten. Want dan wordt ze nog jaloers. Ja, ja, ja. Houden we hem bedankt. Hoi, hoi. Even kijken. Stop all the heroes.